hier drie koppels aanstaande. Misschien zijn er wel meer aanstaande. Ja, we moeten allemaal meerdere levens beginnen. En dus ik met Laurence zijn we zijn samen best wel op elkaar ingespeeld. Dus dat is dan voor de internet zo. Dus als je niet meer het orgel uitgebreid wil laten spelen en iedereen verzoekt te gaan staan en dan hef je het lied aan. Dat is mijn ervaring in de afgelopen jaren. Dat kun je wel proberen, maar de jongste generatie zingt gewoon niet meer. Dus, en dan zie je dus dat huwelijkskoppel en dan de familie die heel graag wilde dat in de kerk werd getrouwd, die ene, die zie je dan echt overdreven hard zingen om te compenseren. Nou, het voelt allemaal een beetje... dus dan vind ik altijd dit ook het mooiste, een soort intermezzo. Dus dat de woorden indalen in plaats van dat er zeg maar weer zo'n zangeres komt die weer op zichzelf hele nieuwe taal inbrengt. Maar dat het muziek bedoeld als intermezzo is, dat het ook echt zeg maar letterlijk tussen de grote momenten en het verhaal dat er iets gebeurt. Waardoor je even kan wegdromen, de woorden kan laten indalen. Kan reflecteren wat er allemaal wordt gezegd. Laurent, ben je in te huren in Frankrijk om in te vliegen? Zeker. Ja. Vanavond ga je niet blijven, heb ik gehoord? Nee, maar ik kan wel even een stukje naar jouw gedicht, als je het leuk vindt. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dan als we even naar voren. Dat kun je ook doen. Helemaal mijn gedicht. Oké, okay, dat is wel korter of ik nu een gedicht hoor. Of iets anders. Ja. De Poolse Nobelprijswinnares dichtte: er zijn van die mensen die. Er zijn van die mensen die bedrevener zijn in leven. In en om hen heen heerst orde. Zij raden onmiddellijk wie met welk doel waarheen. Gooien overbodige feiten in de versnipperaar. En stoppen onbekende personen in op voorhand voor hen bestemde ringbanden. En denken zo lang als de moeite waard is en geen ogenblik langer, want achter die moeite loert de twijfel. En als ze uit het bestaan worden ontslagen, verlaten ze hun post door de aangegeven deur. Soms benijd ik hen, maar gelukkig gaat dat ook weer over. Van de maand, de zeven vette jaren. Dat wil inhouden dat er geen magere jaren zijn, maar vette jaren waarin we in zeven jaren de hele Bijbel lezen van voor naar achter. Of vooral eigenlijk Torah, de eerste vijf boeken. En we zijn nu al een jaar bezig, anderhalf jaar bezig. En we zijn pas in boek 2. Dus dat zou moeten kloppen. We hebben ooit gezegd, hoe dan, wat? Zijn we langer mee? Ah, ja. Nou ja, het beloofde land is in zicht, laat ik dat zeggen. En we komen er ongetwijfeld aan. Maar dat is natuurlijk ook het mooiste van de Joodse traditie, waar je ook ter wereld in de synagoge komt. Als je nu in Amsterdam bent en morgen in New York, dan kun je zo inpluggen, noemen ze dat ook. Dus dan kun je precies doorgaan met de lezing waar je... Dat gaat overigens, dat is iedere dag, hè, maar dat leek ons niet haalbaar gegeven de frequentie. Dus nou ja, één keer per maand moet je dan nog af kunnen, heb je dan. Maar dan kun je dus zo altijd verder lezen. En wat ook een heel interessante gedachte is, je leest dus een boek in je leven gewoon iedere zeven jaar opnieuw. Dat is ook iets heel moois. Hè? Als je nagaat over romans, mensen zeggen, nou, de boeken van je lijst, die heb je natuurlijk eigenlijk gewoon, als je heel eerlijk bent, met allemaal samenvattingen gelezen. Dus ja, nou, dan denk je ook van, maar als je dat later op in je leven nog een keer opnieuw echt gaat lezen, dan ga je dat met een hele andere, dus dezelfde boeken nog een keer, dan ben je een heel ander mens en dan lees je dat dus ook anders. En dat werkt eigenlijk met Bijbelverhalen ook zo. Maar laten we wel zeggen, vandaag de dag leven in een samenleving van wat we in de Nieuwe Poort ook wel Bijbels analfabetisme noemen.
namelijk een soort ongeletterdheid. De Bijbel is ook helemaal niet makkelijk. Fijn dat u er ook weer bent. De Bijbel is ook helemaal niet makkelijk om te lezen. En zoals we hier ook altijd in de Nieuwe Poort zeggen, don't try this at home. De Bijbel is ook echt zeg maar een boek om in een kring te lezen, een gemeenschapboek. En ik, los van mijn eigen rol, wel fijn als er een soort van rabbi aanwezig is die je op de dingen wijst. Die in al die verhalen, dat verhaal ook voorkomt en in dat verhaal en dit is de structuur en dit is de context. Want als je een beetje vrij gaat zitten associëren met de Bijbel, en dat is vaak genoeg gedaan, niet in de laatste plaats, maar bijvoorbeeld in de evangelische hoek, dus wat voel je bij de tekst, dan moet ik eerlijk zelf zeggen, dan vind ik het zelfs gevaarlijk worden. Dus het luistert nauw. Bijbelverhaal kan eigenlijk het beste vergeleken worden met een compositie. Dus dat vind ik altijd mooi aan de muzikanten die dan zo'n muziekblad. En daarnaast vaak ook de tekst. Als Laurent dan de hele avond erbij is en steeds improviseert, dan zou je kunnen zeggen dat het muziekblad met die nootjes erop is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de tekst die jullie nu in deze zwarte mappen ervoor hebben zitten. Nieuwjaar, daar hebben we onwijs veel zin in. En ik moet denken ook weer aan toen ik met mijn leermeester bijbelklasse had. Dat zat helemaal vol met allemaal, zoals deze drie aanstaande koppels met allemaal juppen. Van ook allemaal 25 jaar. En dan gingen we de hele tijd tekst lezen en zo. En mijn leermeester ging er altijd tussenuit. Dan had hij het kerstverhaal gehad. En zodra het kerstmorgen was geweest en de preek was geweest, zegt hij nou... dat kerstkind is voor mij wel 10 keer geboren, ik ben er klaar mee. En was hij weg. En dan kwam hij 10 januari terug en dan hadden we geen contact, heel slecht. En gewoon geen wifi, helemaal niet bereikbaar. En dan kwam hij terug en zei: ik ben even nagedacht bij waar het mij nou werkelijk om te doen is in mijn vak. Dus wat mijn in den beginnen is. Dus het eerste woord van de Bijbel, dus waar het mij om begonnen is. Dus niet hoe het is begonnen, maar waar is mij ook weer persoonlijk om begonnen. En dan dan was ik heel erg benieuwd naar de uitkomsten. Hij zei, nou, gewoon wat we nu aan het doen zijn. Bijbel lezen, dat is het toch gewoon helemaal. Het zou me vooral heel teleurstellend toen ik dacht, dat het echt veel meer baanbrekend zou zijn. Maar gewoon terug naar de tekst. Het verhaal lezen, woord voor woord. En ik vind het leuk om, wie hier nieuw is vanavond, dat maakt ook niet meer uit, maar even een klein half rondje van niet je naam en zo, maar eerst je naam trouwens, maar niet je hele cv bedoel ik. Dat bedoelde ik te zeggen, niet van ik doe dit en dat en bla bla bla. Maar hoe Bijbel wel of niet in je jeugd, in je opvoeding een rol heeft gespeeld. Ik zeg vast van tevoren bij, als het niet zo is, joh, maak het niet druk. Kan zelfs een geweldig voordeel zijn. Want je kan ook helemaal geschiedenis hebben. Je denkt, nou, dat wordt er heel veel corrigeren. Dus het is maar... Maar ik vind het leuk om even zo te horen. Mag ik aan u? Jou? Jou. Wat is jouw naam? Lena McLean. Ja. McLean? Ja. M-A-C-streepje. Ja. Wat? Familie van Philip? Nee. Ik ben net in New York op bezoek geweest bij de familie McLean. Nee. Maar de McLeans moeten familie zijn. Ja, Schotten, hè? Ja, zeker. Ja, top. Ja. Mooi. Nou, ik ben dus Lena McLean, 54 jaar. Ja, dankjewel. Nee, dat hoeven we allemaal niet mee. Nee. Ja, ik vertel het toch? Ja. Ik ben de jongste van 5 kinderen en zeer prettig opgevoed. Ja? Ja, elke avond bijbellezen aan tafel. En daar heb ik hele leuke herinneringen aan. En in de puberteit moesten we naar het laatste woord zeggen van de vader. Dat lukte natuurlijk niet op, dus dan was het klaar en dan dat je er werd wat van je zakgat ingehouden. Maar ja, een hele leuke, mooie christelijke opvoeding gehad. En veel warme herinneringen aan het bijbellezen. Ja? Ja. Positief? Ja, zeker. Gewoon van zeker. Mooie verhalen. En, zeker. Welk verhaal is je bijgebleven als highlight? Ik denk de 7 barmhartigheden. De 7 werken van barmhartigheden? Ja. 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 Dat vind ik het mooiste. Ik weet niet of dat nou het mooiste verhaal is, maar dat... Ook om te onthouden. Ja, dat vind ik erg mooi.
Dat kun je heel mooi terugvinden in de Hermitage. De Hermitage was het huis van barmhartigheid. Dus daar kun je nog vinden van wat moet je met ieder mens doen. Ja. Kleten. Ja. Ja. Geef hem te eten. Ja. Geef hem te drinken. Ja. Begraven. Help hem gewoon. Kortom, help hem gewoon. Dat is een mooie boodschap. Ja. Help, kijk naar een ander om. Ja. Ja. Maar ik was op zoek naar die zeven en ben blij dat jij nu niet liet zien dat ik niet op de zeven ging komen, maar... Ja, sorry. Kleed de naakte, begraaf de doden, de geef de hongerig te eten, de dorstig de dorstigen. Ja. En dan zit ik op vier. Wat kun je nou nog een keer laten huisvest, ja. De daklozen is vijf. Ja. Piramide van Maslow aflopen. Nee joh, stomme psycholoog. Het gaat hier over literatuur. Het gaat hier over poëzie. Joh, die stomme driehoekjes. Wat nog meer jongens? Zieken en ouden denk ik. Zieken verzorgen. Ja, verzorgde zieken. Ja. Zes. Ja. En dan? Ja, stop. Hè? Nee. Kan niemand even boeken? Oh. Zeven werk van barmhartigheid. Vergeet dit nooit meer. Dan. We hebben hier zo'n belletje. Als je dan zo even belt. Als je het antwoord hebt. Leuk, dankjewel. Lena. Lena, ja. Ja, nou, welkom. Dankjewel. Jan is mijn naam. Ja. Met een E aan bij. Oké. Zonder E of een Y. Opgevoed met de Bijbel, slechte herinneringen aan. Ik was ontzettend bang werd ik ervan. Ja? Ja, ja. Op de manier waarop het ook werd verteld? De manier waarop het werd verteld was dus elke dag, hè, bij het eten. Ja. Bidden voor en na. Zondagschool, catechisatie, psalmtekst uit je hoofd leren, wat mij ook niet lukte. Ik vond het super moeilijke taal, die kon ik ook helemaal niet onthouden. Maar ik werd er vooral heel erg bang van. En dan later zei Arjen, oh, er zit zoveel moois in. Nou, ik had het nog niet ontdekt. En dat kom ik nu doen. Oh. Ja. Mooi. Psalmen uit je hoofd leren. Ja. Zo'n dieptepunt als Daniel in de leeuwenkuil. Daniel in de leeuwenkuil. Ja. We gaan over naar Bart. Terug naar Bart. Ja. De gevangenen bezoeken. De gevangenen bezoeken. Oh. Ja, dat was hem. Ja, ja dat was hem. Nee. En de rest klopt. De rest klopt, ja. De rest klopt. Gevangenen bezoeken. De zeven werken van mijn Bart. Trouwens, ik weet niet waar Bart was. Oh ja, op de Erasmus. Daar stond iemand op en die zei, ja, dit is echt briljante gamification. Je kun je dus een gamification van maken, van zeg maar gewoon van de Bijbel lezen en zo, van al die quizvragen die eruit voortkomen. Je hebt op Nederland 2 ook de Nationale Bijbelquiz. Ja. Maar dat je al die vragen krijgt. Ja. En hoe doe jij het daar? Hè? Hoe doe jij het daar? Nou, dat zullen we wel blijven. Nou, dat had ik ook wel. Ik kwam te 40. Maar het gaat ook om de oorspronkelijke uitspraak. Het is Nieuwe Testament. Maar Bart, ja. Sorry, jouw naam is dus... Ja, Bart van den Bos. Ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn moeder slaat wel heel veel kruisjes, die is wel gelovig opgevoed. Die slaat kruisjes aan de onderzijde van het brood, op mijn voorhoofd, etc. Maar zelf heb ik eigenlijk weinig meegekregen van het geloof. Mijn vriendin wel, en wij gaan trouwen. Dus dit leek me een goede gelegenheid om wat meer... invoelingsvermogen te hebben wat ja, zij aan achtergrond heeft op dat gebied. Dus vandaar dat ik hier ben. Mooi. Ja. Dat was het. Ja. Inhoud geven aan die kruisjes. En ja, ik ben van huis uit ook niet overdreven christelijk opgevoed, maar we hebben al net overdreven. Hebben het wel zijdelings meegekregen. Ik heb altijd op een christelijke basisschool, katholieke middelbare school gezeten. Dus het grotere verhaal is mij meermaals verteld, maar ik heb er verder zelf weinig mee gedaan. Sorry, het grotere verhaal is jou meermaals verteld? Ja, het is dus... wat is het grote verhaal? Nou, het Bijbelse verhaal is, zeker op de basisschool, werd meerdere keren
door die 6 jaar heen wel verteld. Maar het Bijbelse verhaal in de zin van het hele... Ik was 6, hè. We komen zo bij wat de Bijbel is, maar dat is wel een keuzemenu. Het zal een vertekend verhaal, of een wat toegankelijker verhaal zijn. Ja. Waarschijnlijk dat ik het daarom ook nog enigszins kan onthouden. Ja. Personage? Mozes. Mozes, dat zit je goed vandaan. Ja. Maar ik heb er zelf op eigen initiatief vervolgens weinig maar goed, ook wij getrouwen dit jaar in de kerk ook. Dus ja, dat is de gelegenheid bij uitstek om hier er weer eens opnieuw en wat beter in te vinden. Dus vandaar. Dankjewel, ja. Anne? Ik ben... ook christelijk opgevoed en dat betekende elke zondag naar de kerk, Bijbel lezen aan tafel met eten, vakantie Bijbelclub in de zomer, week. Bijbelclub in de zomer, dat had ik wel niet gehoord. Ja. Was dat cool? Ja, dat was heel leuk. Een soort zomerkamp. Ja, ja. Gewoon, maar dan sliep je wel thuis en dan was je de hele dag onder de pannen. En wel openbare scholen geweest. En tijdens de studententijd een beetje de kerk en alles uit het oog verloren. En nu wel weer een beetje verdieping aan het zoeken en goede herinneringen aan, maar ik merk toch ook dat ik heel veel ben vergeten eigenlijk. Dus waarschijnlijk zit het ergens wel in een kamertje nog opgeslagen, maar ik kom er nog niet echt bij. Ja, mooi. Ja. Nou, dan zit je hier dus helemaal, helemaal goed. Want ik begin altijd gewoon bij aapnoot Mies. Terug naar gewoon het ABC van de Bijbel. Leermeester van mijn leermeester, die is ook nog wat ouder, die was predikant van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En heeft dus de bezetting meegemaakt in 1939. En hij dacht van... Het allerbelangrijkste wat we nu in Nederland kunnen doen, is terug naar het Bijbelverhaal, zodat mensen weer in hun onderbuik voelen wat rechtvaardigheid is en wat een bezetter is en wat verzet is. Want als je op straat kijkt, dan moet je je aan de wet houden. Nou, en de wet wordt op dit moment uitgevaardigd door iemand waarvan je denkt, nou, dan ben ik toch gehoorzaam. En hij noemde dat het Bijbelse ABC. Dus gewoon weer... We hebben laatst met een groep in Valencia gelezen. Dat was in die taal ook van 1941. Dus terug naar Bijbels ABC, daarvoor zit je hier. Dus als je zegt, ik heb helemaal niet sterk overdreven, dan is het dus dan is dit een ideaal instapmodel, zou ik zeggen. Toch, Karst? Ja. Wil jij nog wat zeggen over je Bijbel? Vroeger? Ik vind het Ik ben niet Bijbels opgegroeid. Mijn moeder was Luthers, maar dat was van geboorte, dus ben je automatisch Zesdeens. Dus totaal niets meegekregen. Behalve dan dat ik op een gegeven moment naar catechisatie ben geweest, maar dat heeft maar een paar lessen geduurd. En ik heb wel mijn schoonvader beloofd om mijn kinderen een katholieke opvoeding te geven, maar ik heb erbij gezegd. Maar dan ga ik ook vertellen over de Koran en over het Hindoeïsme en over andere geloofse zaken. Ja, ongelooflijk. Wat ruim. Ja, nee. Hey, kijk, ik denk inmiddels ook, waar staat je wieg? Hè? Wat nou als je wieg in Marrakesh stond, maar je wieg stond dus in Nederland. Dit is de traditie waar we in zijn geboren. Die is overigens heel breed. Je zag mij trouwens heel weinig het woord, bij vergoedelijk naamwoord, christelijk horen gebruiken. Of joods, of wat, maar eigenlijk is het de traditie van verhaal en kerk. Ze zeggen zelfs de traditie van de schrift, niet het schrift, maar de schrift. De traditie van de schrift en de kerk. En de kerk betekent eigenlijk niks anders dan verzameling mensen. Ecclesia is het woord voor synagoge, sin, gogos, samenkomst. Ze zijn eigenlijk gewoon bijna, zou ik maar zeggen, ja, goed bedoelde buurthuizen. En dus voordat we van de kerk altijd met een hoofdletter K en misbruik en dat en zus... Is het eigenlijk, ja, we hebben de Nieuwe Poort, daar hebben we met allemaal marketing vrijwilligers al heel vaak naar gekeken, naar de Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie. En dan zei ik, is het de kerk? En dan zei ik, nou, ja, en tegelijkertijd nee. Nee, want het is de Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie. Maar het is in die zin, in strikte zin ook gewoon, plaats van samenkomst.
Dus ik ben altijd een groot voorstander van de kerk en niet een groot voorstander van het christendom. Dus een groot voorstander van het huis waar het verhaal en het ritueel wordt gedaan. Maar niet een voorstander van het pakket, van de religie. Van wat je kan aanhangen, zou ik maar zeggen. Dus gewoon wat meer in de mens, die leeft met een verhaal, zijn levensverhaal. En die laat inspireren door andere verhalen. En zo door het leven gaat en zo een verhaal kiest en een verhaal mogelijk doorgeeft aan zijn of haar kinderen. En dat vind ik veel inclusiever dan religieus. Dan, typisch bijbels is alle mensen weer de bruder bijvoorbeeld. En dat is dus heel bewust als je nadenkt over het programma, dat is dus niet alle mensen weer de christen. Voel je aan dat dat iets totaal anders is? Want daar ben je mee bezig. Ik heb met mijn collega, dat is vaak wel, dat heet het ministerie, dan zit je met allemaal dominees en zo. En dan hadden we Motivaction, zo'n bureau ingehuurd en zo. En dan Frits Spanger en zo. Even naar de volgende foto. Ja, je ziet hier dus een opwaartse mobiel. En dan wees hij mij aan, dat was dan een spijkerbroek en een jasje en zo. Dat was een opwaartse mobiel in de stad. Hoeveel opwaartse mobielen geloven al in Jezus Christus? Dat moet er helemaal niet. Het gaat over wie kun je inspireren met dat verhaal. En niet zijn ze al van het ene vakje niet gelovig naar het vakje wel gelovig. Is ook, is mijn bewering, een hele onbijbelse indeling zelfs. Dus het gaat over Kim, Karst, Carmen, Elise en hun verhaal. Dat is een opvoedingsverhaal, dat is een liefdesverhaal. Dat is, maar dat is dus ook, dat kan dus ook, vind ik, altijd de House of Cards zijn. Alleen ja, daar kun je heel moeilijk een doopritueel op bouwen. Maar daar qua mensbeeld en qua maatschappijbeeld en van leiderschapsstijl of kun je daar heel goed uit afleiden. Zou ik maar zeggen. Dus die Bijbel is heel basic, heel basis. Bijbel. Waar staat Bijbel voor, Bart? Ruim even om. Waar staat Bijbel voor? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee, maar dat is dus. Wie weet het? Ja, weet jij het? Nee, ik was een beetje gevraagd. Ja, Boek van het Woord? Boek van het Woord? Ja. Nee, het is eigenlijk heel. Biblio. 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 Het is gewoon boek. Eigen boeken of zelfs bibliotheek. Dus biblios. Biblios, ook een stadje in Libanon. Later geworden. Alle steden, zoals Bethlehem, is later ontstaan. Eerst was het in de literatuur. En daarna is een stad ernaar vernoemd. Al het eerst verzonnen en dan. Of biblioi. Boeken. Dus Bijbel betekent bibliotheek. Hoeveel? Hoeveel in totaal? Ik heb het ook. Ik heb het ook. Ik heb het ook. Maar wat natuurlijk wel interessant is natuurlijk om te bedenken, omdat het best wel een boek met gewicht is geworden door de eeuwen heen, zou je kunnen zeggen. Zo van, waar ligt de kut? Weet je wel? Hoe is dat bepaald en zo? En er is dus ook nog een hele sloot tweederangs boeken. Dat noemen ze deuterocanonieke boeken. Zijn die epigrafische boeken, wel of niet in de Bijbel. Maar we doen het maar even, zeg ik maar, met onze voorvaderen die dus ergens dat hebben gelegd. Dat is dus heel lang gediscussieerd. Bijvoorbeeld het boek Hooglied komt erin voor. Daar staat bijvoorbeeld de tekst in, jouw hals is als de toren van David, je lippen zijn als een rood scharlaken snoer, je borsten zijn als twee kalfjes die weiden tussen de lelien, honing en melk is onder je tong. En dus in hele orthodoxe hoeken zeiden ze altijd, nee, de Bijbel is absoluut niet symbolisch. Maar het boek Hooglied wel. Maar en het verhaal natuurlijk, dat het laatste boek is toen wij zeg maar, tijdens die vergadering op tafel stonden. Ze zeiden, nou weet je wat, Hooglied ook. Als je de Bijbel indeelt, twee delen, heel lelijk. Heel lelijke benaming is dat, maar ja, zo noemen we dat nou eenmaal over de hele wereld, helaas. Maar dat is, de Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is een hele onnatuurlijke, hele jonge indeling, om dat zo te noemen.
veel beter zou je kunnen zeggen. Zou je het Eerste en het Tweede Testament kunnen schrijven? Het is dezelfde soort mensen. We weten eigenlijk helemaal niks over de schrijvers. Ook heel interessant. We weten niet of ze depressief waren of dat ze heel rijk waren of geen human interest. Dus dat scheelt ook denk ik enorm. Maar die groep op verschillende plekken, wat natuurlijk heel knap is, vallen die verhalen ongeveer met soms duizenden kilometers in totaal verschillende regio's van Mesopotamië. Echt soms maar één of twee woordjes in een heel verhaal verschil. Dat is natuurlijk heel knap. En dat komt ook vooral omdat het werd voorgedragen in de orale traditie. Dus Andra Moyenne, zoals de Ilias en de Homerus dus werden voorgedragen. Kon iedereen, gewoon van vader op zoon, werd dat in de gemeenschap op het plein voorgedragen. En dan kom je thuis en dan op een gegeven moment ja, niet psalmtekst uit je hoofd leren, maar gewoon het verhaal uit je hoofd leren. En het Eerste Testament, het Oude Testament, is eigenlijk gewoon de Bijbel. Daarna is er nog een toevoegingje gekomen. Want als je dat kijkt, hè, gewoon, ik had hier net een Bijbel. Als je kijkt naar, heb je nou je Bijbel? Als je maar hier, kijk, dit is hier. Dit is Oude Testament en Nieuwe Testament. Dus mijn bewering is dat dit is gewoon de Bijbel. En toen is er nog ja, een toevoeging geweest. Het is natuurlijk heel moeilijk omdat we helemaal into the Jesus en dit en zo zijn, maar in Jezus, dat zal ik zo dadelijk opkomen, is een verklaring bij het eerste boek. En dat eerste boek is dit. Wie weet, moeilijke vraag, geef vast toe, wat eigenlijk de naam is voor de Hebreeuwse Bijbel. Is pas samengesteld op schrift in 1100 in Leningrad en heet de Codex Leningradensis. Dus al die eeuwen lang, vanaf 8 eeuwen ervoor. Het Nieuwe Testament is pas vanaf 50 na Christus tot 4 eeuw na Christus ongeveer. Maar het Eerste Testament, de Hebreeuwse Bijbel, is dus heel, maar pas dus in 1100 na is het pas samengesteld in schrift. Om je nagaan hoe lang dat in die orale traditie heeft doorgeleverd. Wat is de naam voor het Eerste Testament, voor de Hebreeuwse Bijbel? Tenach! Ja, top. Dat is helemaal goed. Maar dat zeggen, al die feiten zeggen natuurlijk nog niet dat je weet hoe je het moet lezen. Kijk, dit. Want wat valt ze meteen op? Ze zijn net Tenach, maar hier staat... Hier staat geen woord. De klinkers ontbreken. Toch? Ja. Dat is in het Hebreeuws ontbreken de klinkers. Dus men vocaliseert met een klinker tekst. Dat zullen we straks zien als we ook vanavond uitkomen op de godsnaam. Want de godsnaam is niet Yahweh, wat mensen zeggen, maar als je de A en de E weglaat, krijg je J-H-W-H. Dus dit is Tenach. Ja? En dit Oude Testament bestaat eigenlijk ook weer uit drie delen. En die T staat voor, dat is heel bekend eigenlijk. Eigenlijk is dat het bekendste Joodse geschrift. Weet hoe dicht wij eigenlijk tegen het Jodendom liggen. We hebben niks met Rome eigenlijk te maken, is mijn bewering, met Athene. Wij zijn eigenlijk op de eerste plaats een cultuur die zich verhoudt tot Jeruzalem. En pas in tweede of in derde instantie tot die Grieks-Romeinse cultuur. En die thema, wat is het? Wie zei ik? Hoor het al? Torah. Dus die T in Tenach staat voor Torah. Die N staat voor de profeten, maar dat is een Hebreeuws woord, Neviim. En een voorbeeld van een profetenboek. Als ik Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Jona.
12 plus 3, 15. En dan hier noemen ze dit de geschriften. En nou is de grote vraag, is de Bijbel lineair of is de Bijbel circulair? En wie zit op de eerste rij, dat is net zo'n... Net zoals in carrière, altijd de zak. En dat jij dit moet beantwoorden. Ja, maar jullie weten het antwoord dan. Nee. Ja, je hebt een filmpje gekeken. Ja, maar ik heb het einde heb ik gemist. Oh, later. Is de Bijbel lineair of circulair? Wat ik daarmee bedoel is... Meer circulair. Meer circulair, zeker weten. Wat is nou het grote probleem om je heen? En ik vrees dat dat het meest baanbrekende is wat je hier in de Nieuwe Poort krijgt te horen. Is dat die Bijbel niet... Ja, hij is ook lineair. Weet je waarom die ook lineair is? Omdat het in Torah gaat over het verhaal van Egypteland naar beloofd land. En dat is natuurlijk in zekere zin een lineaire weg, zou je kunnen zeggen. Maar thematisch ingedeeld is het een circulair boek. En waarom is toch die Bijbel zo ontzettend chronologisch uitgelegd? En dat komt eigenlijk, waar is men begonnen? Wat is het eerste wat men altijd zegt over de Bijbel? Hoe heeft men in den beginnen eigenlijk uitgelegd? Kijk eens naar Andries Knevel en de EO. Ik kan al die programma's nog een seconde naar kijken. Waarom niet? Waar gaat het daar het over? Bij de VU? Weet je wel, we organiseren de een naar het andere symposium over geloof en wetenschap. Nou, wat is de grote discussie? Wat in Amerika nog steeds met de Republikeinen en de Mormonen, met Mitt Romney en zo. En op de scholen. Met hoe God de wereld geschapen heeft. Met God hoe de wereld heeft geschapen. Precies, de evolutie. Ja. Theorie heeft geen kans. Het is namelijk het scheppingsverhaal. Genesis 1 is het vroegste begin van de lineaire tijdsbalk. Namelijk, het allerbegin. Dus dit is jaar 0. Dit is jaar 0, maar het allerbegin, dus voor de ijzertijd, voor de dinosaurussen. Als je alleen maar, moet je even nadenken, dat vind ik best wel arm denken, als je alleen maar historisch kan denken, dus je kan alleen maar naar de wereld kijken, als in de dingen die echt voor ons echt zijn gebeurd in een tijdsperk. Snap je? Dus je alleen maar in tijdseenheden kan denken. Want hoe gaat dat denken verder? Want het is heel belangrijk om soms ook het verkeerde spoor helemaal af te gaan. Want hoe gaat dat scheppingsverhaal volgens verder? Wat is dan het eerste mannetje en het eerste vrouwtje? Adam en Eva. We komen dan ter wereld. Dus de eerste man. Adam is in het Hebreeuws gewoon mens. Dat is heel interessant. Dus dat is niet per se de man. Maar Adam is... Jij gaat trouwen met de Adam-Elise. Maar dat is natuurlijk helaas... Dat past niet in een historische uitleg. Dus dat is het eerste mannetje en vrouwtje. Nou, wat doet dat vrouwtje? Ja, die heeft een beperkte opvoeding. Dit is ADE, Adam en Eve. Ik zal een keer een Amerikaan voorkomen en zeggen: we also learn in the church not only about Adam and Eve, it's also about Adam and Steve. En dat als die dus die van die appel eet, dan valt Eva in zonde. Dus dit is het paradigma van ik weet niet wat verkeerd, maar als je het christelijk geeft in de kerk bijvoorbeeld komt, dan wordt een hele donkere avond, een hele duistere lezing, dan is natuurlijk, zijn wij wezens in zonde gevallen sinds Eva. Dus voor de verboden vrucht te eten. Nou, wat is er vervolgens dan, wat komt er dan verderop nog in de tijd? Gebeurt er nog meer na Eva? Er komt een volk, dat is Israël. Die heeft Abraham als aartsvader en die krijgt daarna Jacob, Isaac. Abraham, Isaac, Jacob. En dan krijg je dus dat hele rijtje, inclusief de PVV. Die zegt, Israël is het volk van God. Want in de historie hebben ze die gekozen. Nou, die hier al een keer wat vaker langer heeft meegelezen, weet dat Israël in de Bijbel op de eerste plaats gewoon een personage is. Hij die de hiel ligt, de hielen ligt er Jacob, en die krijgt een nieuwe naam. Israël. Israël, hij die strijdt met God. Die krijgt 12 zonen, van Ruben tot en met. Van Ruben tot en met de, hoe noemen we de jongste altijd? Benjamin. Met de Benjamin.
En Ruben tot en met Benjamin. En dan heb je de Jozef figuur in het midden. Die Jozef komt in Egypte terecht. En daaruit zoeken zij de bevrijding als volk Israël in Egypteland. Maar Israël die zit dus in die woestijn, zou ik maar zeggen nog. Dus ze proberen het wel. Maar ze leven allemaal zonde in de zonde. Het is allemaal in de zonde. Nee, ik ben overdreven, maar dit is... Ik heb nog op het seminarium van Gijsbert van den Brink, de broer van Thijs van den Brink. Het is allemaal niet zo groot in Nederland. Gewoon letterlijk zo'n lineair schema gezien. En toen ging ik aan mijn leermeester, daar liep ik stage mee. Toen ging ik dat eens vertellen. En toen dacht ik, nou echt, wel moeten horen. En wat gebeurt er dan dus in het jaar nul? Wat gebeurt er dus in het jaar nul? Daar wordt het. Jezus geboren, dus met kerst al het plastische moment. God vindt het echt fantastisch dat je je zoon naar de aarde hebt gestuurd. Dat is een heel erg, dat is dan het beeld. Want in Neel komt hij dus dan naar de aarde. Met een ufo zo, of neergedaald. Ja, nul. Hij sterft in welk jaar volgens de geschiedenis? In 33. Ik woonde in een huisje. Heel gaal. Nou, en dan, wat gebeurde er dan? Want dan gaat hij aan het kruis, sterft hij. Hoe zeggen ze dat? Heel klassiek, heel donker, heel zwart. Hoe werd dat? Echt een beetje op een kniel op een bed, violen. Maarten het hartachtig gezegd. Voor onze zonde. Hij is voor onze zonde gestorven aan het kruis. Hij die wegdraagt het lam gods, de zonde der wereld. Ja? En, nou, want, en dan leven wij in de genade. Dus wij zijn natuurlijk diep gevallen in de zondeval. Hè? Een hele diepe val, dankzij Eva. Maar in het jaar 33, nee, dit is echt. In het jaar 33 zijn wij verhoogd. Zijn wij verhoogd door hem aan het kruis. Nou, hoe leven we dan verder? Nou, dit is natuurlijk het moment. Daarom is dit het Nieuwe Testament historisch gezien super belangrijk tussen 0 en 33. En dan leven we verder. En wat hebben we dan het laatste boek? Hoe noemen we dat ook wel? Openbaringen. Waar gaat de Revelation over? Wat is dat natuurlijk? Dus als je het lineair in de tijd volgt, dat is dan de... Weet je wel, van die idioten die dan zeggen van, weet je nog, in 1999 weet ik nog heel goed, want zo, volgend jaar vergaat de wereld, weet je wel. Dus hier hield dan de lineaire tijdsbalk van de Bijbel op, want dat was de apocalyps. Die liep dan dus uit en het ging dus ophouden in het jaar 2000. Nou, ik weet niet waar ik op 2000 was. Maar het ging gewoon rustig door. Het ging vuurwerk. Het ging gewoon rustig 2001 in. En dat is nog een paar keer voorspeld. En ze krijgen dus een tijdsbalk van het scheppingsverhaal tot aan, nou, hoe het ooit met ons af. Dat noemen we lineair. Snap je? Een superlineair. En als je zo de hele Bijbel uit gaat lopen, zeg je, nou, Mozes leefde ongeveer hier. Dat is gewoon heel saai. Dat is gewoon, dat wordt het geschiedenis. En ik denk dat de Bijbel absoluut geen geschiedenis is. In den beginnen, hoe zou je in den beginnen gewoon in zijn taal ook kunnen uitleggen? Wat dus in het Hebreeuws denken is. Torah. Profeten. Schriften. Hoe zou je... Wat zou een ander woord zijn voor in den beginnen? Er is een vertaling in het Latijn. En ik hou van Spaans. In Spaans begint de Bijbel niet met in den beginnen, maar in principio. Stel, je denkt na over je eigen leven, dan is in den beginnen je beginsel. Wat zei je? Basis? Ja, je basis. Dus dit is dus niet het begin van een tijdsbalk. Maar dan is dus je in den beginnen is waar het jou om begonnen is. Je beginsel. In principio, el Dios creó el cielo y la tierra. In principio. Een principe kwestie is nooit een tijdsaanduiding van de tijdsbalk, maar een principe kwestie is de hoofdzaak, de kern, maar dat, de oorsprong.
Zoals wat jij zei, aan het begin van de oorlog dacht je aan rechtvaardigheid, aan de wet. En moesten ze weer terug naar de kern. Ja, maar wat is het in deze tijd dan? Nee, dat was een heel goed punt. Goed punt. Gaan we het over hebben aan de bar. Hoe het in deze tijd zit, maar vandaag zitten we heel even vast aan de Bijbel. Dus in den beginnen, in beginsel, in den beginnen, is die hoofdzaak. En wat is eigenlijk, ik ga het ook door de jaren heen wat gesimplificeerd vertellen. Het allerbelangrijkste, ga ook maar na in je eigen leven, ga maar na in deze tijd, ga maar na tussen landen en in de samenleving. Het Bijbelse woord is bevrijding. Bevrijding. Bevrijden of de bevrijder. Alles draait in de Bijbel over bevrijding. Wat wil dat zeggen? Dat wil zoiets zeggen als. Als je in deze tijd kan bevrijden. Menswording. Dus dat wil zoiets zeggen als. Ervoor kunnen zorgen dat mensen mens kunnen zijn. En als je kan dat kleine karst, kleine hele persoonlijke psychologie van maken. En dan kun je zeggen: kom ik een beetje tot mijn recht? Zit ik in de juiste baan? Doe ik het goed naar mijn vrienden, naar mijn familie toe? Had ik niet eigenlijk ook iets van vrijwilligerswerk willen doen? Kom ik tot mijn recht? Gebruik ik mijn talent op dit moment het beste in de omgeving waar ik actief ben? Of moet ik de weg van vrijheid zoeken om te kunnen worden wie ik ben? Om tot mijn recht te komen, om tot wasdom te komen, om tot ontplooiing te komen? En veel sterker gezegd, even in de tekst bijvoorbeeld van de zeven barmhartige werken is, nou ja, een gevangene, die moet je niet bevrijden met een helikopter of zo, maar door die te bezoeken kun je die mentaal bevrijden. Door iemand die naakt is te kleden kun je die fysiek bevrijden. Door iemand die dorstig is te drinken te geven kun je die... Dus die werken van barmhartigheid zijn werken van bevrijding. Maar is dat ook niet gewoon omzien naar je naaste gewoon? Ja, maar het heeft ook betrekking op jezelf. Ja. Snap je? Het is niet een plicht. Nee, omdat je dat wilt gewoon. Ik zeg dit naar aanleiding van als je in één woord de kern zou willen beschrijven. Ik ga verder, want die Torah, die heeft nog een bijnaam. Wat is de bijnaam van Torah? Talmud? Nee, dat zijn Joodse geschriften. Ja. Torah is, ander woord, pentatuig. En dat betekent gewoon de vijf boeken. En in het Nederlands is die bijnaam dus ook de vijf boeken van Mozes. Gewoon de vijf boeken, het grote verhaal van Mozes. Dat is toch even mooi binnenkomen, ja. Dus de vijf boeken van Mozes. U kunt ze opnoemen, jij kan ze opnoemen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die vijf boeken, de eerste vijf boeken uit de Bijbel, die vertellen eigenlijk het verhaal van bevrijding. En wat is dat verhaal van bevrijding? Dat is een verhaal over een volk in Egypteland. En je moet in de Bijbel steeds kijken naar wat betekent alles. Egypte betekent in het Hebreeuws Mitzrayim. Wat zei je? Is dat? Doodsland. Ja, dat is eigenlijk de beste vertaling. Doodsland. Land van het systeem. Land van de benauwdheid. Land van de angst. Land van de ellende. In ieder geval een plek waarvan je in de Bijbel zegt, get the hell out of there. Dan heb je dus, Egypteland moet je niet zijn. Hoe heet het tweede Bijbelboek? Exodus. Wat betekent Exodus? Uittocht. Uittocht uit Egypte. Nou, die weg uit Egypte moet je brengen uiteindelijk in beloofd land. Maar gaat dat in ene? Nee. Nee, wat zit er tussen? 40 jaar. 40 jaar, kijk. We zijn stil deze avond, maar op het meest beslissende moment, als we ergens dwalen tussen Egypteland en beloofd land, jouw naam voor de tafel? Wim. Dan komt Wim erbij en die zegt, 40 jaren in de woestijn. Wat is de achtergrond van carnaval? Wat is de achtergrond van carnaval? Waarom vieren we carnaval? Hè? Begin van de vastentijd. Hoeveel dagen telt dat vasten?
40 dagen tijd. Dus alles, alle rituelen, zijn terug te herleiden tot de verhalen. Maar wat daarvoor nodig is, wij schrijven vooral mee, want ik begin natuurlijk met een klein examen. Vroeger heette dat huwelijkscatechese. En als je dan zakte, dan moesten we gewoon het huwelijk uitzetten. Nou, als je dat nu bedenkt, wat dat met budget doet, zou ik gewoon... Kijk, met je theorie kun je nog denken, oh, ik ga op de gokten naartoe, een spoorwegovergang. Hier geen grappen. Dus die 5 boeken van Mozes. Gaat over de weg van Egypteland naar Beloofdland met 40 jaar in de woestijn. Alle getallen in de Bijbel zijn symbolisch. 3. Ja, als je staat het op Wikipedia. Op Wikipedia ga ik niet vinden. Dan merk ik echt, dat zou eigenlijk moeten die Wikipedia pagina's vanuit de Nieuwe Poort bijwerken. 3. 3 is het heilige getal. 3, 5, 7, 12, 40. En je hebt in de Kabbalah dat ze al die dingen nog weer gaan vermenigvuldigen. Oh ja. 40 staat voor een generatie lang. Een leven lang. En daarmee komt de Bijbel direct tot een mensbeeld. Namelijk, de mens is als het goed is niet in Egypteland. En is als het goed is niet in Beloofdland. Maar de mens verkeert eigenlijk in de woestijn. Dus op Facebook is dat natuurlijk totaal niet de werkelijkheid die ons wordt geschetst. Want, oh man, ongelooflijk, iedereen in Beloofdland en ik maar een beetje hier in de woestijn. Maar in die woestijn is het dus richting zoeken, worstelen. Ben ik dit wel? Is het goed zo? Is het mooi? Of wil ik niet eigenlijk een andere stap? En... In die woestijn is het dus kijken, wegkomen uit Egypte. Maar het beloofde land wordt je niet gegeven. Dus er zijn geen richtingsaanwijzers of dan zoveel meter naar links. Er worden ook geen garanties afgegeven. Dus het is het beloofde land, is het land van de belofte. Dus je moet het doen met een stem. Je moet het doen met een belofte, met een gevoel. Maar met een inspiratie. En daar draait het volgens mij in het leven om. Niet zowel voor jezelf als voor anderen. Om te proberen een weg van vrijheid en bevrijding te gaan, een weg van menswording, om te kunnen worden wie je eigenlijk bedoeld bent te worden. En het mooie van Torah is dat in die weg van Egypteland naar Beloofd Land, in al die 5 boeken, dus grote vraag nu aan jullie, komen ze wel of niet aan in het beloofde land? Mozes mag niet. Komen ze aan in het beloofde land, ja of nee? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, maar mijn vraag was, komen ze aan in die 5 boeken? In het verhaal van Torah, in het verhaal van bevrijding? Nee, want ze hebben ook niet geloofd. Nou, dat laatste, die toevoeging mag je weglaten, maar het antwoord is inderdaad nee, ze komen niet aan in het beloofde land. Dus dat is heel fascinerend, dan ben je 40 jaar bezig in die woestijn en dan kom je niet aan. Wat ook een heel mooi idee is, namelijk je komt nooit aan op je bestemming. Hebben ze in positieve Amerikaanse mensenliteratuur de power of now van gemaakt. Het moet hier en nu gebeuren, je komt nooit aan en zo. Nou, op de Zuidas is dat ook nog wel eens voor mensen die denken dat als ik nog 2 jaar doorga en dan nog even die bonus meepak, dan ben ik wel arrivé. Nee, je bent dus nooit arrivé in Bijbelse zin. Je bent dus een mens van onderweg, heet dat. Je bent een mens van onderweg in die woestijn, bewegen, vernieuwen, nieuwe inspiratie, nieuwe dingen. Alleen zo word je wie je bent. Van Egypteland naar Beloofdland, Exodus, bevrijding uit het land van het systeem, uit het land van de farao, uit de piramide van slavernij van Mitzrayim, om dus aan te komen in de Promised Land. Dat is het grote verhaal van bevrijding. En dat is het programma van de God van de Bijbel. Dus de God van de Bijbel is niet een almachtige, is niet de God die van een land zegt America first, is niet een God die kan bepalen of wel of niet de ziekte van jouw kind overgaat, of die bepaalt of wel of niet een stormer is, maar het is de God die wil dat mensen mens kunnen worden en
Ik ben de Heere uw God, beginnen de 10 geboden, die u heeft bevrijd uit het diensthuis Egypte. En daarom. En die JHWH is dus ook een wortelstam. Dit is de godsnaam. Dus dit is de godsnaam. JHWH. Wat dus ook verwijst naar Jozua, Jesaja en zelfs Jezus. Dus Jesaja, Jozua, Jezus. We hebben allemaal in de taal dezelfde uitleg, dezelfde betekenis. Die, al die namen betekenen hetzelfde, namelijk, heel simpel, hij die bevrijdt. Dus Jezus betekent hij die bevrijdt. Dus als hij zegt tegen iemand die verlamd voor de poort zegt, sta op en wandel, dan is dat een bevrijdingsdaad. Als hij zegt tegen het water, wat heel onrustig is op het meer, Petrus wil er overheen lopen, zwijg en wees stil water, dan is dat een bevrijdingsdaad. Als op de bruiloft de Kana alleen maar water is en je hebt geen wijn op de kaart zoals tijd. En je wil van water wijn maken, dan is dat dus een bevrijdingsdaad om van water naar wijn te komen. Ja. Hij die bevrijdt. Alleen wat doe je, vind ik dus heel mooi en dat klinkt heel mongolisch. Maar waar ik ook kom, ik blijf het vasthouden. Als je JHWH dus ziet in de Bijbel, gaat het niet over God. In de Bijbel komt ook God voor, maar dat is een soortnaam. En wij zijn hier mensen, maar Jaap is onder de mens een bijzonder mens. En de Bijbel zegt niet dat er maar één God is. De Bijbel zegt er zijn heel veel goden. Alleen onder de goden hebben we die ene God die anders is dan andere goden. En als we die naam tegenkomen, vier medeklinkers, dan klop je op de tafel omdat het een naam is die je niet kan uitspreken. Het is een onuitsprekelijke naam. En dat heeft als voordeel dat je dan niet zegt, God bless this country, and not that one. Hmm. En je kan niet op je bom zeggen, aan deze kant, daar is God bij, en aan die macht en krachten. Maar hoe komt het dat in deze tijd bijvoorbeeld heel veel mensen voor de schuld geven van alle rampen in de wereld? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Maar daar heb ik het antwoord niet op. Het enige wat ik kan doen is een soort van... daarvan de schuld geven. Ja. Maar mensen zitten slecht in elkaar. Dus wat mensen veroorzaken, dat kan ook rampen tot gevolg hebben. Maar mensen willen dat van zichzelf nooit erkennen. En dan vinden ze het mij heel makkelijk om te zeggen dat het God. Eens. Maar goed, wij zijn hier vanavond om, hoop ik, een beetje gewoon te horen hoe dat boek in elkaar zit. Dus als je nu hoort op basis waarvan Thierry Baudet van alles beweert aan de hand van dat boek, hè, want die is dus super christelijk, want die wil dus juist de christelijke normen en waarden, dat is ook heel onbijbels, normen en christelijke normen en waarden. Het verhaal is iets anders, snap je? Daar komen we nog wel op uit. Maar dan moet je weten gewoon hoe het zit. En die indeling is dus thematisch, circulair, zoals Elise zei. Namelijk de eerste, dus dit is de steen in de vijver. Dit is de steen van bevrijding. Dat is Torah. Dat is het hele verhaal van die 5 boeken van Mozes. Daarna krijgen we de kring van de profeten. Wat zijn profeten? Voorzeggers. Nee, sorry, want dat is dus altijd hoe het vroeger is uitgelegd. En dan zeg ik gewoon heel hard nee, dat is niet zo. Het zijn geen voorzeggers, voorspellers. Profeten zijn mensen die het verhaal van bevrijding in hun plaats, op hun tijd, actueel maken. Weet u wat ik een profeet vind? Bas Heijn op pagina 2 van de NRC. Shaila Sitalsing op pagina 2 van de Volkskrant. Columnisten die een situatie bestuderen, mensen terecht vaak in de zeik nemen, machthebbers, decision makers, en vervolgens laten zeggen, welk doel dient dit? Nou, de mensheid volgens mij totaal niet. Is dit de weg van bevrijding? Nou, ik dacht niet, waarom doen we niet dat? Nou, ik kan zeggen, ga het zelf doen, maar dat zijn in die zin, de Bijbelse zin, zijn dat profeten. Mensen die de bevrijding toepasselijk maken in hun omgeving. En wat
is dan de Getubim. Dat zijn de overige geschriften waar de mens aan bod komt. Dus de mens en seks in de Hooglied. De mens en die alles kwijtraakt. De zakenman die alles kwijtraakt, Job. De mens en muziek, psalmen. De mens en klagen. De mens en cynisch zijn, prediker. Dat is dus het derde deel. En toen hadden we gewoon de Bijbel. Thematisch. Eigenlijk is het verhaal altijd, ken je dit deel, dan kun je stoppen met lezen. Snap je? Als je de vijf boeken van Mozes kent, dan heb je de Bijbel te pakken. Dan heb je dus die profeten. Mooi. Bart, ik begin je ijverigheid heel te waarderen. Ik zie je geliefde al kijken van, hoe kan ik dit mijn ouders vertellen? Dat zijn karma punten bij schoonouders, dat wil je niet weten. En ik zou je zeggen, ik heb best wel wat huwelijkskoppen. Hoe eindigt het altijd, als wij die tekst gaan lezen, dat jij veel leuker reageert op die tekst dan iemand die ermee is opgevoed. Dat is echt, dat ben ik serieus. Ik heb altijd een klik met degene die niets van jongs af aan met de Bijbel heeft. Dat is, snap je dat, Wim? Ja, snap. Want die is namelijk mijn leermeester. Dan stonden we daar aan de bar en dan bleef hij als laatste mij waar ik toch op over. En dan zeiden we, nou ja, die is gewoon vroeger in de jeugd als een auto verkeerd ingereden. Krijg je ook niet meer goed. Ik zei, ah, kom op, geef dat. Dus deel 2, deel 3. Over de geschriften. De menselijke stem. En toen is men met nog een boekje gekomen. Dat is misschien heel, heel teleurstellend. En toen pas kwam het evangelie. De goede boodschap. Ja, toen dachten ze, het is maar een heel dun boekje. Hebben jullie wel eens in een hotel een Nieuw Testamentje gevonden? Hebben jullie dat wel eens gedaan? Ja, dit is een soort verklarend zakwoordenboekje. Ik kon hier op een dag ooit alles terugvinden, maar... Het heeft hier ook echt ooit gestaan. Zo'n Nieuw Testamentje, zo'n heel klein boekje. En dat stond er dan bij. Dat is dan het evangelie. Maar ja, het evangelie, meen ik serieus. Dat kun je, dat moet je lezen bij Torah. Maar dat moet je niet loslezen. Maar wat doet heel Nederland, christelijk Nederland? Leest het Nieuwe Testament los van het Oude Testament. Want, zeggen ze... Ja, waarom zou je het oude lezen als je het nieuwe gewoon meteen direct kan lezen? Als je begint aan een appel, ja, dan ben je toch ook bij de nummer 10 en dan niet met 2. Dus je wil de meest geüpdate versie. Maar hoe dik zijn de eerste 5 boeken dan? Die zijn dik. Nee, maar als je hebt een dikke pulde... Dan kunnen we wel even kijken. Kijk, ik laat het even rondgaan. Want als je nou een Bijbel wil hebben, die dingen zijn trouwens best wel duur. Dat komt door al die... rechten. Koop dan de Naardense Bijbel. Stel je staat in een boekenwinkel en je wil een boek kopen. Alle boeken van Nederlands Bijbelgenootschap niet kopen. Ze zijn helemaal de poëzie kwijt. Er is een dominee uit Naarden. Die heeft 20 jaar lang de wekker gezet om 4 weken in zijn klooster te doen. En heeft voordat zijn werk begon gewoon steeds vanuit het Hebreeuws een kolometrische, dus zoals je een toneelscript leest, heeft hij de directe reden en de indirecte reden laten verspringen. Heeft hij ook bij de godsnaam die ene gezegd, nou, ik weet niet of je dat had moeten doen. Maar, zeg maar wil je gewoon een Bijbel wat origineel is, en daar bedoel ik mee letterlijk dichtbij de origine, dan heb je hier een goede aan. He, om dingen nog eens op te zoeken en te hebben. Vroeger gaf de kerk een huwelijkse Bijbel, maar dat doen wij nooit. Ik koop het zelf. dat is het. En heb je dus evangelieën, dan krijg je na de evangelie krijg je nog handelingen. En na handelingen krijg je nog brieven. En eigenlijk kun je dus die cirkeltjes helemaal zo ommaken. En dan heb je tot slot openbaringen. En ieder verhaal, als je dus zo, dit noemen ze in de filosofie, hier ben ik een proefschrift over aan begonnen, taalfilosofie. Hermeneutiek, de uitlegkunde, dan leer je dus dat ieder verhaal, in welke categorie je ook maar leest, lees je vanuit de bril van het in den beginnen van bevrijding. Dus al lees je in die categorie een verhaal, en daar kan ik dus ook mee preken, want ik hoef niet te zeggen,
dit gebeurde ongeveer in het jaar. Nee, daar hoef ik niet. Zeg, wat zien we hier, beste mensen, gebeuren? Wat doet de personage? Hoe ontmoet je die andere personage? Waar draait het om? En dan kun je daarbij uitkomen. Dus ik vind ook altijd met kerst, kan ik ieder geboorteverhaal lezen, want het gaat over de geboorte van de zoon. Wie waar je bij het kerstverhaal trouwens, ja toch? Of ben je... Nee. Oh. Jullie waren hier? Ja. Jawel, waar was jij? Ziek. School ziek. Maar goed, dat hebben we gezien. Er waren veel mensen. Nou, en die dus een heel ander Mozes, Jozef verhaal. Of met Pasen kun je ook een ander verhaal doen. En zo kun je dus, zal ik maar zeggen, dat... En eigenlijk is een soort steen in de vijver. En ik zeg altijd ook, House of Cards of een goede roman van de broeders Karamazov. Kun je dus allemaal in je leven leren. Wat is dus de taak, zal ik maar zeggen, in jouw bestaan? Wat is jouw steen in de vijver? Wat is jouw mensbeeld? Hoe kijk jij naar bevrijding? Hoe kijk jij naar vrijheid? Hoe kijk jij naar benauwdheid? Maar wat zijn verhalen die jou inspireren? Dus hoe vaak ga jij in je leven terug naar de basis? Jij zet toch de basis op een gegeven moment? Nou, dat is back to basics. Dus niet hoger en verder en beter, maar waar is het jou om te doen? Dus je raakt van de kern af, wat doe je om ook weer terug te komen in de kern? Wat is je inspiratie die ervoor zorgt dat jij steeds maar weer terugkomt bij de kern? Dat is echt heel mooi. Dat is het mooiste wat de Bijbel mij heeft gegeven. Zo kijk ik ook, zo ben ik ook zelf naar het leven gaan kijken. Een mensbeeld en al die dingen. En ik heb ook wat met Jezus. Maar ik heb niet wat met Jezus zoals die evangelicalen. Weet je wel? En dan hebben ze ook nog een PowerPoint-presentatie. Dus het ziet er super modern uit. Maar ondertussen hebben ze echt een middeleeuwse achterkant. Begrijp je? Nou, dit alles moest toch gezegd worden. Kun je zomaar beginnen te lezen in de Bijbel. En als jij denkt, ja, ik heb het al een paar keer gehoord. Je kan dit niet vaak genoeg horen. Zegt de grootmoeder dus met Pesach van, we waren ooit eens met Egypte. En dan is een kleine mosje, die zegt dan, waren ooit eens in Egypte? Nee, niet weer dat verhaal. We zijn nooit in Egypte geweest. En zie die moeder. We waren ooit eens in Egypte. En gewoon hop, stouwen. Dit verhaal moet je gewoon. En het goede van die Naardische vertaling, dicht bij de grondtaal, goed gebruik van dit, is dus die indeling. Je krijgt ook een totaal andere indeling. Is dus dat, kijk. Hij heeft gezet, Hebreeuwse Bijbel. Krijg je Torah, dat is het eerste rode streepje. Krijg je profeten, krijg je geschriften, krijg je evangelie, krijg je brieven, krijg je andere brieven. En dus niet, wanneer moet dit ongeveer zijn gebeurd? Snap je? Voor mij heeft Mozes niet geleefd. En voor wie het vandaag horen, deze dominee, denkt ook niet dat Jezus heeft geleefd. Prima, als Flavius Josephus ergens beweert dat Jezus heeft geleefd. Maar in de Bijbel heb je geen bron in je handen waarmee je historisch het leven van een figuur tussen 0 en 33 kan verklaren. Daar is zo is de Bijbel niet geschreven. Zeg maar, die is niet bedoeld als geschiedschrijving. Okay, dat is wel de bedoeling dat je op een gegeven moment doorgaat. Exodus. Wat zijn de namen? Ja, en dan mogen jullie zeggen waar we beginnen met lezen. Ik ben hier weer geëindigd de vorige keer. Ik was er niet bij. Die was de vorige keer. Waar ben jij het? Ja, bij 9 wel of niet gelezen. 9 hadden we niet gelezen. Je hebt wel gelezen. Ja, dus we zijn bij 9? Ja. We zijn bij 9 bij 10. 9. Dan zijn we 10. Stopt het nou precies bij het
gezet om het 10 geboden. Oh ja, 120. Dat is het. Nou, maar ik vind het wel leuk dat we 10 doen en dat we dan 20 doen en dan moeten we maar een moment alles ertussen rammen. Welke vertaling is het? Dit is niet de vertaling van Atalanta. Van de 10 geboden. Die komt uit het boekje van Winter. Oké. Komt-ie. Ik denk dat hij zelf hier wel gehad. Want God zegen dat ik het nog een keer mag lezen. Nou, mooi. Komt-ie. Sprak tot Mozes. Oh ja, pak je potloodje en alles aansteken wat je raar vindt. Alles, hè? Ga naar Farao. Ik ben het die zijn hart verzwaard heeft en het hart van zijn dienstknechten, opdat ik hem met deze tekenen diep zou raken, opdat jij vertellen zult in de oren van je kinderen en kindskinderen hoe ik met Egypte heb gespeeld, de tekenen die ik in hun midden heb gesteld. Dan zul jij herkennen dat ik het ben. Mozes ging en Aaron naar Farao en ze zeiden tegen hem, zo spreekt de God van de Hebreeën, hoe lang nog weigert gij voor mij te buigen? Laat mijn volk vrij gaan, dat zij mij dienen. Als gij weigert en mijn volk niet vrij laat gaan, hier ben ik. Morgen laat ik in heel uw grondgebied de sprinkhaan komen. Hij zal de ogen van het land bedekken. Er zal geen land meer te zien zijn. Het weinige dat ontkomen is, overgebleven na de hagel, vreet hij op. Alle bomen die u uit het veld zijn opgegroeid, vreet hij op. Uw huizen en de huizen van al uw dienstknechten en de huizen van heel Egypte zullen er zo stikvol van zijn als nooit uw vaderen en voorvaderen hebben gezien sinds de dag dat zij op de akker zijn tot op vandaag. Hij draaide zich om en ging heen van Farao. De dienstknechten van Farao zeiden tegen hem, hoe lang zal deze ons nog een valkuil zijn? Laat die mannen vrijgaan dat ze hem dienen, hun God. Weet gij nog niet dat Egypte verloren is? Ze haalden Mozes en Aaron terug naar Farao en hij sprak tot hen, ga, dien jullie God, maar wie zijn het dan die gaan? Mozes sprak, wij gaan met onze jongens en met onze oude mannen, wij gaan met onze zonen en dochters, met onze schapen en runderen gaan wij. Er zal een feest voor hen zijn. Van? Hij sprak tot hem, zal met jullie zijn? En ik zal jullie vrij laten gaan met je kroost? De boze plannen staan op jullie gezichten te lezen. Maar zo gaat het niet. Ga met volwassen mannen en dien. Daar was het jullie toch om te doen. En ze werden weggejaagd uit het aangezicht van Farao. Sprak tot Mozes. Strek je hand uit over het land Egypte naar de sprinkhaan. Dat hij opstijgt over het land Egypte. En alle gewassen van het land opvreet. Alles wat de hagel heeft overgelaten. Wil jij doorlezen? Mozes strekte zijn staf uit over het land Egypte. En dreef een oostenwind het land in, heel die dag lang en heel de nacht. Toen het morgen werd, had de oostenwind de sprinkhaan meegebracht. De sprinkhaan steeg op over heel het land Egypte en rustte op heel het grondgebied van Egypte, zo zwaar. Nooit eerder is er zo'n sprinkhaan geweest en nooit meer zal er zo een zijn. Hij bedekte de ogen van heel het land, zodat het land verduisterd werd. Alle gewassen van het land en alle vruchten van de bomen die de hagel had overgelaten, vrat hij op. Niets bleef er over van al het groen aan de bomen, van alle veldgewassen in heel het land Egypte. In allerlei liet Farao Mozes en Aaron roepen. Hij sprak, tegen jullie God en tegen jullie heb ik gezondigd.
ach, verontschuldig mij dat ik gezondigd heb deze keer nog. En bid tot God, dat hij tenminste deze dood van mij wegneemt. Mozes ging heen, van Farao weg, en bad tot. Toen draaide de wind, zodat hij van de zee kwam, hard, zeer hard. Hij nam het springhaan mee en dreef hem de Rietzee in. Niet één springhaan bleef over op heel het grondgebied van Egypte. Maar verhardde het hart van Farao. Hij heeft de kinderen van Israël niet vrij laten gaan. Sprak tot Mozes. Strek je hand uit naar de hemel. Er zij duisternis over het land Egypte. De duisternis zal te snijden zijn. Nou, nu wil Mozes verder lezen. Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel en het geschiedde. Diepe duisternis in heel het land Egypte, 3 dagen lang. Niemand zag zijn naaste, niemand stond van zijn plaats, 3 dagen lang niet. Maar voor de kinderen van Israël in hun woonplaatsen was er licht. Farao riep Mozes en sprak, ga niet. Maar jullie schapen en runderen moeten hier blijven, ook jullie kroost mag mee. Mozes sprak, dan moet gij zelf slacht- en rookoffers meegeven in onze handen, om die voor onze God te bereiden. Ook onze kudde gaat mee. Geen paar hoeven blijft achter, want daaruit moeten wij nemen, waarmee wij hem dienen, onze God. Wij weten niet hoe wij hem moeten dienen, maar verhardde het hart van Farao, hij heeft hem niet vrij laten gaan. Farao sprak tot hem, ga weg van mij. Pas op dat je nooit meer aan mijn aangezicht ziet. Op de dag dat je toch mijn aangezicht ziet, zul je sterven. Mozes sprak, gij spreekt en zegt het. Ik zal uw aangezicht nooit meer zien. Waar zijn we nu? We zijn dus in hoofdstuk 10, maar waar zijn we in het verhaal? Wat is er... De 10 plagen. Ja. Het volk wil weg om de exodus, de uittocht uit dat klote land in te gaan zetten. Maar de farao wil zijn goedkope economische krachten, zijn slaven, niet laten gaan. Dus wordt het een spelletje tussen 2 heren. Tussen die JHWH en die farao. Farao betekent overigens ook gewoon in het Egyptisch heer, snap je? Dus voor welke baas... Werk jij nou eigenlijk? Door wie laat jij jouw agenda bepalen? Hoe vrij ben jij? Aan wie hang jij je hart op? En die Mozes zelf geboren, daar komen we nog wel op terug. Heeft iemand iets al aangestreept? Bijvoorbeeld gespeeld aangestreept. Hè? Gespeeld. Gespeeld? Nou, ja. Dat het een spel is. Ja, zeker. Dat is wel heel apart. Ja, het is echt een heel spel. Van, ja, dat is wel heel apart. Getouwtrekt, dat is een rare literatuur. En die 3 dagen van duisternis, hè? Ja, ze noemen dat het getal van de beslissing, 3 dagen duisternis. Niemand zag zijn naaste, niemand stond op van zijn plaats, 3 dagen lang niet. Dat is een beeld. Een soort, mijn broertje was in Lapland, een uurtje licht en dan was okay. Een tuk. Ja. Meer? En dit zijn die verhalen van die uitgestrekte verhalen en ik wil er gewoon een keer doorheen. En dus je kan ook zeggen van kies alleen maar de andere highlights van de Bijbel en dan gaan we die. En Mozes in het rieten mandje, de Ark van Noach. Maar we lezen gewoon echt wat er allemaal staat. Dus dit zijn gewoon teksten uit die Bijbel, zoals je begrijpt. Kolometrisch uitgeschreven. Met allemaal goede vertalers, waaronder Huub Oosterhuis. Beter bekend als Vader van Treentje. Ja, dus er wordt vaker in de Bijbel gezegd, God van aangezicht tot aangezicht zien. En dan kan ik sterven of zo. Of ik vrees zijn aangezicht te zien en sterven. Als je dat nou naast elkaar legt, bij andere teksten waar dat ook gebeurt, in het 3e hoofdstuk van Exodus wordt dat bijvoorbeeld ook gezegd. Wie samenvalt met zijn roeping, ziet God van aangezicht tot aangezicht. Dat is wat er volgens mij wordt bedoeld in de Bijbel met. Dus je hebt een roepnaam, hè? Elise en zo. Dat je denkt, ja, dat klonk gewoon leuk, maar Bartholomeus,
Kim? Is dat een heel populair. Ja, al die Kims. Ik heb nu ook moeite met fiction. Maar als het goed is, heeft een naam iedere keer in de Bijbel. Jesaja, Jozua, Jezus. Wat betekent Mozes? Hij die uit het water is getild. Hij ligt als een vondeling in het rieten mandje. Wat betekent Jozef? Toevoeging, omdat het verhaal door moet. Er moet nog iets toegevoegd worden. Dat is geen grap. Wat betekent Esau? De roodharige. Rood haar. Wat betekent Isaac? Hij die om weg te lachen is. Waarom? Omdat Abraham en Sarah, de pop in de tuin, als je 50 bent, die moet tuteren. Die zijn op hoge leeftijd in het verzorgingstehuis, die hangen over de rollator. Die zouden nog een kind krijgen, daar geloven ze natuurlijk geen zak van. Beginnen te rollenbollen over de grond in het verzorgingstehuis. U krijgt een zoon, laat me niet lachen. Ja. Nou, er wordt een zoon geboren in de literatuur. Hoe heet die zoon? Hij die jullie hadden weggelachen. Snap je? Zo zit het verhaal gewoon qua literatuur. Maar die roepnaam wordt ook de roeping van die mensen. En waar, weet je waar het woordje beroep van is afgeleid? Van je roeping. Dus als je roepnaam en je roeping, en als je naam nog niks betekent, dat je in ieder geval zegt, het unieke van jou met die naam en die mens en zijn talent. Als dat helemaal samenvalt, dan zie je in Bijbelse zin, zie je God van aangezicht tot aangezicht. En kun je sterven, zou ik maar zeggen. Snap je? Dat is zeg maar leven in beginsel. En zo zie je allemaal mensen om je heen zoeken van, in arme landen zie je ze zoeken naar een bestaan. En wij worstelen ons rond met hoe kunnen we toch eigenlijk onszelf verwezenlijken en worden wie we zijn. Lees even door, Karst, 11. Mooi man. Sprak tot Mozes, nog één plaag laat ik over Farao komen en dan zal hij jullie vrij laten gaan van hier. Nee, niet vrij laten gaan, hij zal je wegjagen. Hij zal jullie wegjagen van hier allemaal. Spreek en zeg het in de oren van het volk, dat iedere man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste dingen van zilver en dingen van goud zal vragen. Deed het volk genade vinden in de ogen van Egypte, ook was in het land Egypte de man Mozes zeer groot in de ogen van de dienstknechten van Farao en in de ogen van het volk. Mozes sprak, zo spreekt, halverwege de nacht zal ik zelf uitgaan, midden door Egypte. Iedere eerstgeborene in het land Egypte zal sterven, van de eerstgeborene van Farao die op zijn godtroon gezeten is, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van de dieren. Dan zal er schreeuwen zijn in heel het land Egypte, zo groot als het nog nooit eerder is geschied. En nooit meer zal geschieden. Maar geen hond zal blaffen tegen een van Israëls kinderen, tegen mens noch dier, opdat gij zult erkennen dat Israël afzondert van Egypte. Dan zullen al deze uw dienstknechten zich voor mij buigen en zich neerwerpen voor mij en zeggen, ga heen, jij en heel het volk in je voetspoor. En dan ga ik heen. Mozes ging heen, weg van Farao, laaien van woede. Sprak tot Mozes, Farao zal naar jullie niet horen, opdat mijn kunsten nog talrijker worden in het land Egypte. Mozes en Aaron hebben al deze kunsten gedaan voor het aangezicht van Farao. Maar verharde het hart van Farao, die heeft de kinderen van Israël niet vrij uit zijn land laten gaan. Sprak tot Mozes en Aaron in het land Egypte, deze maand zij voor u het hoofd van de maanden. Deze zij voor u de eerste van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeente van Israël en zeg, op de tiende van deze maand nemen ieder voor zich een lam. Elk vaderhuis, elk huis één lam. Zijn er in een huis te weinig voor één lam, dan neemt hij het samen met zijn buurman, die in het huis naast hem is, en al naar gelang het aantal zielen in ieders huis, en naar de behoefte van ieders mond delen zij het lam. Een lam zonder gebrek, mannelijk, 1 jaar oud zal het zijn. Het jong van een schaap of het jong van een geit zult gij nemen.
Gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal door heel de bijeenkomst van de gemeente van Israël het lam worden geslacht tegen de avond. Zij nemen van het bloed en doen het op de twee deurposten en op de bovenbak van het deurkozijn in de huizen waar zij eten. Diezelfde nacht eten zij het vlees op vuur gebraden en ongedeesd brood daarbij, matzes, met bittere kruiden eten zij het. Maar gij zult het niet rauw eten of in het water gekookt, maar enkel op vuur gebraden. Laat er niets van overblijven tot de morgen. Zou er iets van overblijven tot de morgen, gij zult het verbranden in het vuur. En zo zult gij het eten. Uw lendenen omgord, uw sandalen aan de voeten, uw stok in uw hand. Haastig zult gij eten. Pesach voor... In deze nacht zal ik het door het land Egypte trekken. Elk eerstgeborene in het land Egypte zal ik slaan, van mens tot dier. Alle goden van Egypte zal ik oordelen. Ik ben het. Maar het bloed zal u tot teken zijn aan de huizen waar gij zijt. Ik zie het bloed, ik zal u voorbij gaan, opdat aan u nog niet één stoot verderf geschieden zal, als ik in het land Egypte sla. Deze dag mogen u tot gedachtenis zijn. Gij zult hem vieren, een feest voor uw komende geslachten, voorgeschreven voor altijd dat gij hem zult vieren. 7 dagen zult gij matzes eten, op de eerste dag en een dag later. Zult gij het dezen wegdoen uit uw huizen. Wie van de eerste dag tot de 7e dag eet wat gedezend is, zal uit Israël worden weggesneden. De eerste dag, gij zult hem heilig roepen. De 7e dag, gij zult hem heilig roepen voor u. Geen enkel werk wordt dan gedaan. Alleen wat een mens moet eten, mag worden toebereid door u. Bewaar de matzes, want op dezezelfde dag heb ik uw schaarden uitgeleid uit het land Egypte. Bewaart deze dag voor uw komende geslachten, voorgeschreven voor altijd. In de eerste maand, op de 14e dag van die maand, in de avond, zult gij matzes eten, tot de 21e van die maand, in de avond. Durende die 7 dagen mag geen dezen worden gevonden in uw huizen. Die eet wat gedezend is, zal worden weggesneden uit de gemeente van Israël. Het zij vreemdeling, het zij een die in het land geboren is. Al wat gedezend is, zult gij niet eten. In al uw woonplaatsen zult gij matzes eten. Mozes riep alle oudsten van Israël bijeen en sprak tot hen. Haal schapen voor jullie familiegeslachten. Neem ze en slacht het Pesachlam. Neem dan een bundel hyssopbladeren. Doop die in de schaal met bloed en bestrijk de bovenbalken de 2 deurposten met het bloed in de schaal. Ga niet uit. Niemand mag de deur van zijn huis uit tot het morgen is. Trek door Egypte en stoot het neer. Hij ziet aan de bovenbalk en de 2 deurposten het bloed. Zal die deur voorbij gaan? Hij zal niet toestaan dat ook maar 1 stoot verderf in jullie huizen komt. Bewaar dit woord, voorgeschreven aan jou en aan je kinderen voor altijd. En het zal geschieden. Als jij komt in het land dat je geven zal, zoals hij afgesproken heeft en gezegd, daar je deze dienst bewaart. En het zal geschieden. Als jouw kinderen je zeggen, wat betekent deze dienst voor jou? Dan zul jij zeggen, dit is de gave van Pesach voor die aan de huis van Israëls kinderen voorbij is gegaan toen hij Egypte neergestoken heeft, maar onze huizen gered. Het volk boog diep en wierp zich ter aarde. De kinderen van Israël gingen heen om het te doen. Zoals aan Mozes en Aaron had opgedragen, zo deden zij. En het geschiedde halverwege de nacht. Sloeg iedere eerstgeborene in Egypte, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon gezeten is, tot de eersteling van de gevangenis die in de gevangenis zit, en alle eerstgeborenen van de dieren. Die nacht stond Farao op, hij en al zijn dienstknechten en heel Egypte. 1 groot schreeuwen was het in Egypte, geen huis waar niet een dode was. Die nacht riep hij Mozes en Aaron en sprak, sta op, trek uit het midden van mijn volk, jij en jij en de kinderen van Israël. Ga om te dienen naar jullie woorden. Neem ze mee, je schapen en je runderen, zoals jullie gesproken hebben en gezegd. Ga en zegen mij ook. Zwaar drong Egypte aan tegen het volk, dat het haastig gaan zou, vrij het land uit. Ze zeiden, straks sterven we nog allemaal.
Het volk nam het deeg dat nog ongedezend was. Zij wikkelden hun kleren om de deegbakken en droegen die op hun schouders. De kinderen van Israël hebben gedaan naar het woord van Mozes. Zij vroegen Egypte zilveren dingen en dingen van goud en kleren. Heeft het volk gegeven dat genade vond in de ogen van Egypte, zij deden wat het verlangde. Zo hebben zij Egypte uitgekleed. De kinderen van Israël braken op uit Raamses en Sukkot, ongeveer 600.000 te voet, volwassen mannen, geen kleine kinderen. En ook veel vreemd volk ging met hen opwaarts. En schapen en runderen een zeer zware kudde. Van het deeg dat zij deden uitgaan uit Egypte, pakten zij koeken, matzes, want het deeg was ongedezend. Want toen zij verjaagd werden uit Egypte, konden zij niet talmen en ook hadden zij geen proviant gemaakt. Zij hebben gezeten, de kinderen van Israël. Zij hebben gezeten in Egypte 30 en 400 jaar. En het geschiedde aan het eind van 30 jaar en 400 jaar, het geschiedde op dezezelfde dag, dat alle scharen van zijn weggetrokken uit het land Egypte. Nacht van waken deze nacht voor, dat hij hen uit zou leiden uit het land Egypte. Zo is deze nacht van, dan waken alle kinderen van Israël van geslacht op geslacht. Sprak tot Mozes en Aaron, de voorschriften voor Pesach zijn deze. Geen kind van een vreemde zal er wel eten. Iedere slaaf van wie ook, voor zilver gekocht, heb jij hem besneden, hij mag ervan eten. Bijwoner, dagloner mogen dat niet. Het zal gegeten worden in één huis. Niets van het vlees mag jij doen uitgaan, uit het huis naar buiten, en niets van het gebeente mag jij breken. Heel Israëls gemeente zal het maken. Als een vreemdeling bij jou een gastknecht is en hij wil Pesach maken voor, dan zal al het mannelijke van hem besneden worden. Dan mag hij nader komen om het te maken. En hij zal als één die in het land geboren is. Maar wie niet besneden is, mag er niet van eten. Eén en dezelfde onderwijzing zal er zijn voor wie in het land geboren zijn en voor de vreemdelingen die gastknecht zijn in jullie midden. Zo deden alle kinderen van Israël. Zoals Mozes en Aaron opgedragen, zo deden zij. En het geschiedde op dezelfde dag dat de kinderen van Israël uit het land Egypte uitgeleid heeft, al naar hun scharen, en dat sprak en zei tot Mozes, heilig mij alle eerstgeborenen, het eerste mannelijke dat uitbreekt uit de schoot van de kinderen van Israël, van mens en dier, het is van mij. Mozes sprak tot het volk, gedenk deze dag van jullie uittocht uit Egypte, uit het diensthuis, want met sterke hand heeft jullie uitgeleid van hier. Het gedezende mag niet gegeten worden. Vandaag trekken jullie uit in de Aremaand. Het zal geschieden. Doet jou komen naar het land van de Kanaaniet, de Gittiet, de Amoriet, de Giwiet en de Jutsiet. Je vaderen heeft hij gezworen het aan jou te geven, een land dat overvloedt van melk en honing. In deze maand zul jij jouw diensten volbrengen. 7 dagen zul jij matzes eten. De 7e dag is een feest voor. Matzes worden gegeten die 7 dagen. Niets dat gedezend is mag bij jou worden gezien. Geen gist mag worden gezien op heel jouw grondgebied. Jij zult het aan je zoon vertellen op die dag en zeggen, het is omdat dit aan mij heeft gedaan toen ik uittrok uit Egypte. Er zij een teken op jouw hand, een aandenken tussen jouw ogen, opdat de onderwijzing van mogen zijn op je lippen. Wat jou heeft met sterke hand uit Egypte uitgeleid. Bewaar dit voorschrift voor de dagen die zijn vastgesteld van jaar tot jaar. Het zal geschieden. Doet jou komen naar het land van de Kanaaniet, zoals hij jou en je voorvader gezworen heeft. Hij zal het jou geven. Jij zult elke eerste zoon van de moederschoot overdragen aan alle mannelijke eerstelingen van je dieren zijn voor. Elke eersteling van een ezel zul je vrijkopen met een lam. Wie hem niet vrijkoopt, breken zijn nek. Maar alle menselijke eerste zonen van je zonen zul jij vrijkopen. En het zal geschieden dat je zoon je morgen vraagt en zegt, wat betekent dit? Dan zul je hem zeggen, met sterke hand heeft ons uitgeleid uit het slavenhuis Egypte. En het geschiedde toen Farao het zwaar gemaakt had en ons niet vrij liet gaan,
dat ieder eerstgeborene in het land Egypte heeft vermoord, zowel de eerstgeborene van de mens als de eerstgeborene van de dieren. Daarom geef ik deze gave aan elke mannelijke eersteling van de moederschoot, maar elke eerstgeborene van mijn zonen koop ik vrij. En zij een teken op jouw hand, een teken ter gedachtenis tussen jouw ogen, want met sterke hand heeft ons uit Egypte geleid. En het geschiedde, toen Farao het volk vrij had laten gaan, dat God hen niet heeft geleid. Op de weg door het land van de Filistijnen, die de kortste is, want God sprak, het volk moet geen oorlog zien en spijt krijgen en terugkeren in Egypte. God liet het volk een omweg maken naar de woestijn van de Rietzee. In hechte rijen zijn de kinderen van Israël opwaarts gegaan, weg uit het land Egypte. Mozes nam het gebeente van Jozef mee, want hij had de kinderen van Israël bezworen, God zal je zoeken en vinden, dan zul je mijn gebeente doen gaan, opwaarts van hier met jullie mee. Ze braken op uit Sukkot en legden zich in Etam, aan de rand van de woestijn. Hij ging voor hun aangezicht uit, overdag in een kolom van wolken, om hen op de weg te leiden, 's nachts in een vuurzuil, om hen te verlichten, dat zij bij dag en nacht zouden gaan. Overdag week de kolom van wolken niet, van voor het aangezicht van het volk, en 's nachts de vuurzuil niet. Ja, ik moet je echt zeggen, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar dit is echt, als ik bij de NTR zou werken, zou ik hier nu als... Ik hoor deze, ja. Hè? Hij is echt fantastisch. Dat zingt helemaal, man. Ik zeg dan... Ik heb nu echt een nieuwe ontdekking, dat ben ik serieus, dat vind ik ook zo leuk. Ik heb dit ook nog nooit gelezen als dominee. Ja, ik ga natuurlijk wel een beetje altijd van highlight naar highlight. Maar ik heb nooit geweten dat God dus het expres laat omgaan. Ja. Zeggen de schrijvers. Laten God hen een omweg maken. Ja. En dat is geest. Wist jij dat, Wim, vroeger? Nee, niet expres. Ja, maar dus niet de kortste weg door de Filistijnen. Wat is het land van de Filistijnen? Ja. Want dan ga je naar de Filistijnen. Ja. Dan gaan we naar de Filistijnen. Dat is het land van Goliath. Ja. En ik laat ze gewoon een ommetje maken. Dat is een vluchtweg. Dat is natuurlijk echt literatuur. Het is gewoon een vluchtweg, weet je wat? We doen niet de kortste weg. Maar gewoon als soort van training doen ze de lange weg. Het is ook een spel. Het is wel echt. Ik wil even kijken, waar is die Bijbel inmiddels? Even kijken hoe dat met die eersteling. Want jullie moeten even bijvoorbeeld zien hoe dat begint in 2. Hè? Want ja, dat is natuurlijk, vooral als je niet eerder meegelezen hebt, dat is niet helemaal geen nadeel, maar het is ook wel weer leuk als je het wel had gelezen. Ik ga er even naar terug. Wat doet die farao? Bladzijde 4. Voor de, maar hoofdstuk 1, vers 22, zeggen we dan. Hoofdstuk 1, vers 22. Die farao, die geeft als opdracht, elke zoon die wordt geboren, gooi hem in de rivier, elke dochter laat maar leven. En het kerstverhaal, de klassieke in het evangelie, zegt Herodes, alle pasgeboren jongetjes, laat me ombrengen. Daar moet Jezus vluchten, naar Egypte. Met die herdertjes en de herberg. En dat is dus een motief die je dus terugvindt hier in deze tekst al. Waarbij de farao, de Herodes zal ik maar zeggen, alle. Dat is natuurlijk fascinerend. Waarom elke dochter laat maar leven, elke zoon. Ten tijde van het schrijven speelt de zoon het metafoor van de toekomst. Dus een zoon staat voor jouw toekomst. Ontneem je iemand zijn zoon, dan ontneem je iemand zijn toekomst. Dus iedere keer zijn die zonen ook... in het volk geboren uit onvruchtbaarheid. Omdat je dus moet leren dat je je toekomst niet zelf maakt, maar toekomst komt op je toe. Je moet ook een beetje leven in geloof en in vertrouwen en in de belofte. Je wordt aangezegd, toekomst komt op je toe. Dus ga dan niet zeggen, ik neem kinderen. Nee, je ontvangt kinderen. Dat is een geheim, weet je. Het is niet eventjes hoppakee en dan bam bam. Oh nee, shit, IVF, nou dan maar, bam bam, regelen we wel. Dus... het is een geschenk waarbij die zoon dan metafoor staat voor je oude dag. De troonopvolger. Zorgen dat het zaakje verder gaat. En wat doet dus de farao als iemand zijn toekomst wilt nemen? Dan haal je die zoon weg. En die mannen, inclusief dus de vader van Jezus, zijn dus
onvruchtbaar omdat het niet van hun potentie afhangt, maar omdat het een geschenk is made in heaven. En wat dus nu fascinerend, ook voor mij nieuw, dus ik zoek gewoon vanavond met jullie mee, is dus dat hij dus in die nacht die eerstgeborene slaat, snap je? Dus in dezelfde paradigma slaat hij nu die farao terug. Dat is even wat ik wilde zien, daarom lezen we nu terug naar hoofdstuk 2. En ik vind dat een heel raar zinnetje, wat ik niet kan thuisbrengen. In vers 15, elke mannelijke eersteling van de moederschoot, maar elke eerstgeborene van mijn zonen koop ik vrij. Wat is vrijkopen, letterlijk? In de grote kathedralen staat vaak een soort bassin. Als je vroeger een slaaf was en je was vrijgekocht, dat werd gesymboliseerd. Dus iemand kocht jou op de markt en vervolgens zei van ik ga je niet gebruiken of ik heb je jarenlang gebruikt en nu koop ik je vrij. Dan ging je dus in dat bassin, daar komt de doop dus ook vandaan. Dus die gaat dus onder water en dan ben je dus afgewassen. Dan is je slavendom afgewassen en ben je vrijgekomen. Dus men zegt dus ook dat een kind haal je dus door het water heen. Opdat hij vrij kan leven en kan worden wie hij is op weg naar een beloofde land. Maar nooit per ongeluk slaaf kan worden van pesterijen. Van hoe het moet of van hoe het hoort. Maar dat hij eruit kan halen wat erin zit. Hoofdstuk 13. En dan is het dus 14. Elke eersteling op het land van Egypte, van mensen eersteling tot die eersteling. En los ik elke eersteling van mijn zoon. Lees even mee. Ja, dus ik probeer dat thuis. Elke eersteling op het land van Egypte, van mensen eersteling tot dieren eersteling. Zodoende offer ik aan elke moederschoot splijter van de mannetjes. En los ik elke eersteling van mijn zonen in. Wezen zal dat tot een teken op je hand, tot een band is je ogen. Ik probeer te ontdekken. Weet in de Bijbel, de laatste zullen de eerste zijn. Dat is een bekend zinnetje. Maar de jongste zal de oudste zijn. Dus iedere keer als de zoon van de toekomst moet worden aangewezen, is het nooit de oudste, maar de ene oudste. Dus Jacob en Esau zijn een tweeling. Fantastisch verteld. En Jacob weet, ik moet natuurlijk niet als tweede ter wereld komen, want de eerste die krijgt alle rechten, die krijgt de troon, die krijgt dat, dit. Dus die houdt de hiel vast van zijn broer Esau, terwijl die dus ter wereld komt, zegt hij, ik eerst, dan jij niet, dan ik weer, ik wil de eerste zijn. De hielenlichter. Jacob, iedereen die Jacob heet, betekent hij die de hiel ligt van de ander. Maar dat is dus letterlijk in het verhaal. Dus die hielenlichter. En uiteindelijk moet hij dus de zegen stelen van zijn broer, beduvelt hij zijn blinde vader Isaac met hulp van moeder Rebecca, opdat de tweede de eerste wordt. Want dat is het geheim. Je legt je niet neer bij de natuur. Omdat het nou eenmaal zo is dat hij de oudste is. Daarvan zegt de Bijbel nee. Je wordt niet op de natuur. Maar je wordt op je merites beoordeeld. Op je talent. En daarom veelzeggend is het steeds de jongste die de sterkste is. Zoals de laatste de eerste zal zijn. Zoals de grootste niet het grootste woord heeft, maar de kleinste zal de grootste zijn. Dat is de droom, zou ik maar zeggen, in de wereld van de kwetsbaarheid. Dus ik zit te zoeken waarom hij midden in de nacht allereerst geborenen slaat. Snap je? Ik weet dat het symbolisch metaforisch is, wat het met het voorgaande te maken heeft, maar ik weet het. Iedere eerst geboren in het land slaat hij in Egypte. Kun je zeggen, oh wat een vrede God, wat doet hij allemaal? Dat is literatuur. Maar hij spreekt dus die farao terug in diezelfde paradigma. Die heeft gezegd, elke zoon die wordt geboren, gooi maar in de rivier. Elke dochter laat maar leven. Toch? Dus hij pakt die eerstgeborene. Ik ben op bladzijde 36, vers 15. In het 13e hoofdstuk.
zowel de eerstgeborene van de mens als de eerstgeborene van de dier. Daarom geef ik deze gave aan elke mannelijke eersteling van de moederschoot. Maar elke eerstgeborene van mijn zonen koop ik vrij. Karst, help even. Hè? Wat betekent dat? Elke mannelijke eersteling van de moederschoot. Maar elke eerstgeborene van mijn zonen koop ik vrij. Het springt een generatie over. Het springt een generatie over? Elke mannelijke eersteling van mijn moederschoot. Kijk, wat hij hier nu doet is, er was geen toekomst, maar er is nu wel toekomst. Dus hij laat nu de eerstgeborene zonen van het volk die bestemd waren voor de verdrinkingsdood in de Nijl, zoals we hebben gelezen in 2, die. Ja. Weet je wat ook een mooi beeld is trouwens? Ja, dus dag en nacht gaan ze verder in dat licht. Maar een heel mooi beeld is, dat zag ik ook niet, in vers 19. Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Opwaarts van hier uit Egypte. Wie is die Jozef? Hij werd verkocht als een slaaf. Hij zat in de put. In de put zitten, zeggen we in het Nederlands. Hij was verkocht vanuit die put naar Egypte. Jozef de dromer. Zoals de musical. Begint te dromen. Gaat dromen uitleggen. Magere jaren. Vette jaren. Maar hij heeft in de vette jaren heeft hij het graan bewaard. En dan uiteindelijk komen zijn broers die hem verkocht hebben als slaaf voor brood in Egypte en verdraait nog eens toe, maar ze herkennen hem niet. Het is gewoon hun eigen broer Jozef en ze gaan op de knieën voor hem. En hoe begon nou het boek Exodus? Want in het land Egypte was het allemaal zo slecht nog niet. Het was zelfs een tijd dat Egypte het beloofde land was. Want in de magere jaren had Jozef ervoor gezorgd dat iedereen voor brood naar Egypte kwam. Dus zonder dat Egypte beloofd land een lineair verhaal wordt, is op het einde zo dat het beloofde land weer Egypte wordt. Maar het verhaal begint ermee dat Egypte ook zomaar beloofd land kan zijn. Dus ons hele hoofdstuk begint, ons hele boek begint in 1, dit is er al. Het begint dus met het zinnetje. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte zijn gekomen met de hielenlichter. Die heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk Israël. Ruben, Benjamin, alle ziel voortgekomen uit de heup van Jacob, de plek van de potentie. Dat is een heel mooi beeld. En want daar is die worsteling, heeft daar plaatsgevonden. En hij heeft een tik op zijn heup gekregen van herinneren. Niet alles hangt af van jouw maakbaarheid, van je. En Jozef was al in Egypte. Dan stierf Jozef en al zijn broeders heel die generatie. Maar de zonen van Israël waren vruchtbaar, ze breidden zich snel uit, ze vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk. Het land werd vol van hen. Een soort probleem van de vluchtelingen wordt hier al door de schrijvers geschetst. En dan zul je wel zien dat een paar populisten straks gaan zeggen, nou laten we wijs tegen hen optreden. En ja, er komt een nieuwe koning. En wat is het probleem van die koning in vers 8? Er kwam een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Ja, en als jij natuurlijk de voorman van dat andere volk niet gekend had en hoe goed die man voor vrede heeft gezorgd. Want wat is voltooide bevrijding? Dat is vrede. En wat is bevrijding? Beginnende vrede. En we zitten nooit op het niveau van voltooide bevrijding. We zijn altijd ergens op het niveau van beginnende vrede. Helaas, maar ook wel weer hoopvol. En als je dan Jozef niet meer hebt gekend en je weet dus niet dat dat samen kan leven, dan komt er dus een rechtspopulistisch stukje eraan. Zie, de gemeenschap van de zonen van Israël is groter en talrijker dan wij. Wel nu, laten we wijs tegen hen optreden, zodat zij niet nog meer groeien. En als we dan in oorlog komen, dat ze dan niet meer onze tegenstanders zich gaan aansluiten, tegen ons gaan strijden en naar het land wegtrekken. Dus laten wij daarom opzichters over hen aanstellen, heren van dwangarbeid, en dat we hen onderdrukken met aan hen opgelegde dwangarbeid. Er komen 200.000 moslims naar Nederland. Er komen helemaal geen 200.000 moslims naar Nederland. We hebben maar 31.000 vluchtelingen per jaar. Hoezo 200.000? Ja,
Ernst en Jong en al die anderen hebben ook experts en zo. En het Europees Medisch Agentschap van Wim, dat zijn geen uitnieuwdoekers. dus dat is interessant. Zo begint het, zou ik maar zeggen. En dan is dus de grote uittocht is nu gaande. En dan komen we toch bij een ander regieu highlight. Dat is in vers 14. Let op. Dat is ook heel mooi. Dat gaan we tot slot lezen. Als we dat hebben gedaan, dan was ook wel echt heel knap. Mag ik wat vragen? Ja. Waarom staan die allereerstgeborene dieren ook erbij? Ja. Of is dat gewoon een offer voor... Nee, ja, kijk, een scheppingsverhaal, wat dus niet de verklaring van de wereld is, gaat het over... Kijk, scheppen betekent orde scheppen in de chaos. Scheppen is bevrijden. Als je namelijk... je jezelf wil bevrijden van je chaos in je hoofd, dan ga je ordening aanbrengen. En alles krijgt zijn plaats in hoofdstuk 1 van Genesis, alle dieren, alle velden. Maar alles is er, ja, dat is niet heel groen of zo. Dat is moeite om daarmee helemaal bij GroenLinks aan te sluiten. Maar alles is ten bate van die mens, zegt het verhaal, zal ik maar zeggen. Dus die dieren zijn er ook opdat de mens uiteindelijk ontmoeting kan hebben. Alle vissen, al het wildgedierte des velds, al het gevogelte des hemels. Dus ja, het is niet het partijprogramma van de Partij voor de Dieren. Nee. Maar die eerstgeborene heeft dus ook een symbool, zou ik maar zeggen. Dus het slachten van dat lam. Maar is het dan niet bedoeld als, zeg maar, als het offer godsdienst moet leiden, zoals vroeger? Dat is dat die eerstgeborene uit de moederschoot, die zou al dienen. Je bedoelt omdat bij de Joden alles over de... Ik weet het niet. Boek van de moeder gaat. Ja. Ja. Punt is hier, lees de verhalen. Het mooiste is het beeld van Rembrandt. Waarbij Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef, die moeten nog gezegend worden. En die komen dus in het verzorgingstehuis, terwijl vader Jacob best wel oud is geworden. En die Jozef die is natuurlijk super succesvol, dus die komt even snel voorrijden. En die denkt, hup, even mijn zonen zegenen, dat moet ook nog gebeuren. Dus hij brengt zijn eerste naar voren en denkt, ja, de eerste die krijgt de zegen en dan de tweede die krijgt als tweede de zegen. En terwijl Jacob al blind is in het verzorgingshuis, voelt hij aan dat zoon Jozef het verkeerd doet. En doet zijn armen kruislings. Dat is dus in het Rijksmuseum van de bekendste beelden van Rembrandt. Naast de nachtwacht. Is zeg maar, het is dus niet de oudste, maar het is de jongste die hem krijgt. Oh, sorry, hier zit de jongste. Hier is de eerste arm. Dus de jongste krijgt hem. En de oudste krijgt de tweede zegen. Dus het wordt omgedraaid. Dus de jongste wordt de oudste, de kleinste wordt de grootste en de laatste wordt de eerste. En ik snap dus die eerstgeborene niet, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat is voor mij huiswerk als jullie allemaal klaar zijn. Dan ga ik het opzoeken. Ja, dat doe ik altijd in dat is superleuk. De Midrashim opzoeken en zo. Maar ik kom dus ook in terrein waar ik nog nooit geweest ben, zou ik maar zeggen. Want ik deed altijd, ja, nou, er wordt Moos geboren in het rieten mandje en dan nou, gaat de zee splijten. Nou, daartussen zijn ook nog iets met 10 plagen en dan, snap je? Maar ja, nu ontkom ik die oude, ja, zit je te lezen. We lezen even nog tot slot de splijten van de zee. Ken je het splijten van de zee? Dus, je gaat van Egypteland naar Beloofdland. Volgens zegt die God in die Bijbel, een heel leuk idee. Laten we niet de kortste weg naar de woestijn nemen. Dus via een omweg. Want als ze zich kunnen bedenken, ze moeten wel echt weten waar ze aan beginnen. Nou, dat zal ook verder in het hele boek blijken. Maar ze komen straks aan bij een zee. En vervolgens staat Mozes daar met zijn herderstaf. Kijkt achterom en denkt, shit, daar komt het Egyptische leger en de paarden en de ruiters aan, stofwolken. Hij kijkt vooruit en denkt, zee. Kijk nog eens achterom, denkt Egyptisch leger. Hij denkt, I'm stuck. Ik kan niet naar voren, ik kan niet naar achter. En wat gebeurt er dan? Dan splijt de zee. Nou, te gek. We gaan even lezen.
Ja, ik huur nog in, maar ik moet ook stem sparen. Fantastische vertelstem. Meen ik serieus. Vinden jullie dat niet? Ja, ja, zeker. Ongekend. Zeker. Ja. Ja. Echt, als we gaan een podcast maken samen. Een soort van soort aardstaartjes die zo. Sorry. Oh nee, ja, anders kun jij eens. Het is goed voor de band. Kom maar lezen. Sprak en zei tot Mozes, spreek tot de kinderen van Israël en zeg dat zij keren en zich legeren in het zicht van de Pi-Hagriot, tussen Migdol en de zee, in het zicht van Baal Zephon. Recht tegenover aan de zee zullen zij zich legeren. Farao zal over de kinderen van Israël zeggen, ze zijn verdwaald in het land, de woestijn houdt hen gevangen. Ik zal het hart van de farao verharden en hij zal hen achterna gaan, achtervolgen. Ik zal mijn overwicht doen verschijnen aan farao en aan heel zijn leger in Egypte zal erkennen zij dat ik het ben. Ja, dankjewel. Zo deden zij, de koning van Egypte verteld, daar het volk gevlucht was. Toen draaide het hart van farao en zijn dienstknechten zich om tegen het volk. En ze zeiden, wat hebben we gedaan dat wij Israël lieten gaan uit onze dienst? Hij liet zijn wagen inspannen, hij nam zijn volk met zich mee. Hij nam 600 prachtwagens en alle andere Egyptische wagens en manschap van dier op elke wagen. Verhardde het hart van Farao, de koning van Egypte. Hij achtervolgde de kinderen van Israël, die met opgeheven hand waren uitgetrokken. Egypte achtervolgde hen en alle paarden en wagens van Farao haalden hen in. Bij Pi-Hagriot, in het zicht van Baal Zephon, waar zij gelegerd waren aan de zee. Ja, dankjewel. De kinderen van Israël hieven hun ogen op en zagen dat Farao vlakbij was, dat de Egyptenaren hen achterna getrokken waren. En ze werden vreselijk bang, de kinderen van Israël schreeuwden naar. En ze zeiden tegen Mozes, zijn er dan nergens graven in Egypte dat je ons mee hebt genomen om te sterven in de woestijn? Wat heb je met ons gedaan? Waarom heb je ons uit Egypte weg laten gaan? Even. Dit is het teneur van de hele bevrijdingsverhaal. Dus daarom wordt ook wel in Amerikaanse literatuur verandermanagement helemaal hier geleerd. Dus mensen willen soms geen verandering. Dus het is kut, het zit niet goed in elkaar. En dan nog willen ze het houden bij het oude. En deze zin gaat... Zelfs al zijn ze op de rand van het beloofde land, omdat de toekomst onzeker is, omdat die toekomst ongewis is, wil men liever het oude vertrouwen. En weet je wel, zwaar gebukt om de brute slavendienst, en alles laatst weer in hoofdstuk 1, zou ik maar zeggen, de grote slavendienst. En dan zitten ze hier nog niet uit, de bevrijding is nog niet eens daarbij. Nou ja, hadden we hier niet kunnen sterven in Egypte. Ja, welke hel gaan we nu dan tegemoet, weet je wel? Soms wil men ook niet de bevrijding, weet je? Dus ik kreeg heel mensen eigen, sorry. We gaan even door ook, ja. Oh, sorry. Ik zit vast op jou. Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot jou gesproken hebben en gezegd, laat ons toch, laat ons maar Egypte dienen. Het is beter voor ons Egypte te dienen dan te sterven in de woestijn. Hoor je dit? Ook even in tekst, zou ik maar zeggen. Nou ja, weet je, ja, sorry. Hitler is nu de nieuwe macht. Verzet, ja, jongens, leg je er nou maar bij neer. Zo werkt het nu eenmaal. Dit is de realiteit, ja. Nou ja, ja, dit is het systeem. Mozes sprak tot het volk, vrees niet. Sta recht en zie de bevrijding van die hij jullie doen zal, vandaag nog. Want zoals je vandaag Egypte ziet, zo zul je het nooit meer zien. Voor altijd, nooit meer. Maar dit is dus, hier komt het woord bevrijding voor het eerst. Dus hier klinkt de godsnaam zelf ook, zoals je, dus daar gaat het hele thema over. Zoals je Egypte gezien hebt, zo zul je het nooit meer zien. Je bent volledig genezen, verklaard, het kan niet meer terugkomen. Snap je? Zo, dat is eigenlijk, dat is de tekst. We gaan door, mag dat met jou? Hè? Ja. Ik zal voor u strijden. Stil dan nu, gij. Sprak tot Mozes, wat schreeuw je naar mij? Spreek en zeg tot de kinderen van Israël dat zij opbreken. En jij? En jij, hef je staf omhoog. Strek je hand uit over de zee en splijt haar. Dat de kinderen van Israël midden door de zee gaan over het droge. Stop.
Genesis 1, het scheppingsverhaal. Hè? Weet je, dat is bij Pafiet een nummer is van Bakermat. Wat man, zo'n. Behalve die Luther King, die is echt gek over The Promised Land. Dus ik wil natuurlijk ook al bij alle feesten worden uitgenodigd, dan wil ik dat ook even hier zeggen. En dat is echt top als er even die DJ verteld kan worden dat hij dat dus draait. Want hij heeft dus Genesis 1 gedaan, Bakermat. En dan heeft hij dus in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis over de oerkolk. Dus duisternis. En alles één grote teringzooi aan water. Weet je wel, gewoon het allerslechtste beeld zoals in die films van... Ik heb vliegtuig weer een paar hele nare gekeken. Dat, zo'n boot wat er natuurlijk niet aan land gaat komen. Zo. Nou, dan moet je echt nog een paar uur overbruggen. Maar hij deed toch ook die totale shit. Water. Maar Gods geest zwevend over de water. En dan zet hij dus in. Dat is heel mooi. Want wat is die Gods geest zwevend over de water? Dat is de duif in het verhaal van Noach die dus zweeft over die zondvloed. En dat is een soort twinkling in the air. Het gaat hier niet bij blijven. Als jullie denken dat dit de toestand is, er komt een nieuw begin. Er is hoop. En God zei, let there be light. Dan knalt hij erin. Ja. Er zij licht. Dus niet, en God maakt het licht. Nee, want hij is licht zelf. Dus eerst zegt hij tegen de duisternis, zo, jij, dat is jouw plek. Oh ja, en God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. Duisternis werd nacht en het licht werd dag. Oh ja, weet je wat duisternis? Trouwens, je hebt een functie en dat is mij het licht aan te kondigen. Dus de nacht is de aankondiging van de dag. Dus waarom begint op Shabbat altijd op vrijdagavond? Dus de avond van vrijdagavond kondigt de Shabbat van zaterdag aan. En dan laat er een gewelf zijn, een dak. En die maakt de scheiding tussen de wateren onder een gewelf en het water onder een gewelf. En wat krijg je als er een dak tevoorschijn komt met het water? En dan ontstond het droge. En God zei tegen het dak, hemel. En het was al zo de tweede dag. En God zag dat het tof was. En tegen de verzameling der wateren riep hij zeeën. En het was al zo. En tegen het droge riep hij aarde. Hemel en aarde geschapen. Dus iedereen die denkt dat je je oma nog een keer tegenkomt in de hemel, vind ik geen aanleiding voor. De Bijbel is dus, de hemel is, hel is al helemaal niet de combinatie, het is hemel en aarde. En dat is gewoon een dak wat orde schept in de chaos om de mens niet te laten verzuipen in het water. Iedere keer komt dat water terug, want iedereen denkt naar mij de zonvloed, maar Noach die wil wel een toekomst en ontbreekt weer het droge aan. Dit Hebreeuwse woordje is dus wat die bovenverdieping, die twee verdiepingen van jullie thuis zijn, hè, in het midden van het die cursus en die studie en nog een studie, kom je thuis en dan is het weer even op het droog. Snap je wat ik bedoel? Zie je het metafoor? Kun je weer worden wie je bent. Als het goed is, heb jij er dan een beetje voor gezorgd dat dat dak boven het hoofd als een hemel is om onder te verkeren in de hemelse sferen. Dat zou dan romantisch niet zijn. En dan is het thuis. Aarde onder de hemel. Dat is dus in ordening leven. Dus Mozes wordt in het rieten mandje. Heel snel even kijken. Wordt in het rieten mandje. Hoofdstuk 3. Oh ja, zijn we er? 2. Dus hoofdstuk 3. Bladzijde 5. Dus elke zoon moet in het water gegooid worden. Voel het metafoor. Alles in het Nieuwe Testament van water in wijn, lopen over water, heeft te maken met dit water. Toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een ark van biezen. Dat is het rietenmandje eigenlijk. Klinkt natuurlijk veel liever, maar dat is dus het ark van Noach als het ware. Om te beschermen tegen het water van die rivier. En dat kind krijgt maar geen naam, wordt notabene gevonden door de dochter van de farao, de dochter van de schurk. Dus een kind, hè, de dochter van Gaddafi vindt een kind van het rebellenleger. Dat je denkt, nou dat gaat toch niet goed. Nou, notabene, dat kind, of notabene die vrouw, voedt haar op. Kijk dan in vers 10.
Want een kind is pas in de Bijbel geboren, niet bij de eerste ademhaling, maar pas nadat je een naam over hebt uitgeroepen. Het kind werd groot, de moeder bracht het naar de dochter van Farao. Hij werd haar tot zoon en riep hem de naam Mosje. Wat betekent dit in Hebreeuws? Hij die ik uit het water heb gered. Hij die ik uit het water heb getrokken. Hij die ik uit het water heb bevrijd. Nou, en wat gaat Mosje nu in dit verhaal doen? Hij gaat dat water weer maken tot het droge. Hij gaat voor de mensen weer zorgen dat de aarde onder de hemel komt. En daar zijn we nu midden bij. Irene? Nee, sorry. Mag ik verder lezen? En ik, hier ben ik. Ja. Ik verhard het hart van Egypte, dat zij achter hen aankomen. Ik zal mijn overwicht doen verschijnen aan Farao en aan heel zijn legerscharen, zijn wagens, zijn ruiters. Erkennen zal Egypte dat ik het ben, omdat ik mijn overwicht doe verschijnen aan Farao met zijn wagens en zijn ruiters. De bode aan God die voor het aangezicht van Israëls legerkamp uitging, brak op vandaar en ging achter hen. De kolom van wolken trok weg van voor hun aangezicht en ging achter hen staan. Zo kwam hij tussen het legerkamp van Egypte en het legerkamp van Israël. De wolk was van de ene kant duister, aan de andere kant was hij het licht in de nacht. Mooi beeld. Mooi beeld. Vind je dat niet mooi? Ja. Prachtig beeld, ga verder hierheen. Donker en licht. Zo kon de een de... Vertel het even. Zo kon de een de ander niet naderen, die hele nacht niet. Mozes strekte zijn hand uit over de zee en dreef de zee terug door een hevige oostenwind. Heel die nacht. Hij maakte de zee tot droge grond. Het water werd gespleten. Jongen, dit is wel iedereen. Hij strekte zijn hand uit over de zee en Adonai dreef de zee terug door een overwoesting. Heel die nacht. Hij maakte de zee tot droge grond. Het water werd gespleten. Nou, dit is het grote moment, jongens. Hier is naartoe geleefd. Vandaag nog, zoals jullie Egypte hebben gezien, zo zullen jullie verdomme Egypte nooit meer zien. En dit is het grote moment van de bevrijding. Nu pas kunnen ze Egypte achter zich laten. En dat is dus helemaal een hervertelling, zal ik maar zeggen, van en het scheppingsverhaal en van Noach. En alle verhalen in het Nieuwe Testament waarin het water wordt bedwongen, waarin water in wijn wordt veranderd. In water kun je kopje ondergaan, je kan je hoofd niet boven het water houden, je huis kan onder water staan. Je kan gereinigd worden, je kan gezuiverd worden door te douchen en het is een teken van leven. Dus water is de overgang van dood naar leven. En je wil eigenlijk... Wij leven in het leven vaak richting de dood, hè? Ik heb nog zoveel jaar of zo. Maar in de Bijbel leef je eigenlijk van de dood vandaan naar het leven toe. Dat is wat je een kind gunt. En dat is ook hoe je in het leven eigenlijk zou moeten zitten. Weet je, je moet niet met je gezicht naar de dood toe leven alsof je in een soort trechter zit. Nee, je leeft in een omgedraaide trechter. Kans, mogelijk. Dat is Bijbels. En die zee moet dan wel dus splijten. Carmo, gaat die zee verder? De kinderen van Israël... De kinderen van Israël kwamen midden door de zee over het droge. Het water stond als een muur rechts en links van hen. Dat is mooi, hè? Dus datzelfde water, ongelooflijk. Snap je? Dus dat droge. En dan houdt het water houdt nu als een soort van muur tegen. Even, jongens, dit is een lesje inbeeldingskracht. Dit is sterker dan welke kunstenaar ook. Het water stond als een muur rechts en links van hen. En hoe gaat hij verder? Bam, bam, bam. Zij achtervolgden hen, Egypte. Ze kwamen achter hen aan. Alle paarden van Farao, zijn wagens, zijn ruiters naar het midden van de zee. Ja, maar heel even, wat gaat er nu gebeuren? Dit is mijn favoriete stuk. Want daarvan, men zegt ook wel dat dit een Taliban-tekst is. Is ook helemaal waar. Maar dit is dus literatuur. Want die grote klootzakken die de hele tijd de bevrijding in de weg hebben gezeten. Hè, en uiteindelijk is iedereen een kind van God, zou ik maar zeggen. En heeft hij geen bokken en heeft hij alleen maar schapen aan zijn rechterzijde. Desalniettemin. Wat is je ja waard voor bevrijding als je niet ook nee zegt tegen de onderdrukker? Dus dat zie je natuurlijk de hele tijd om je heen. Iedereen zegt ja tegen duurzaamheid, maar ondertussen
Dus je moet dan ook consequent zijn. Dus wat is je ja waard als je niet op nee zegt? En dus vind ik het heel sterk dat de grote onderdrukker, die nu achteraan door dat droge pad erachteraan komt. Nou, wat gebeurt er nu? Da-da-da-da. En het geschiedde. Toen de morgen wakker aangebroken was, dat in de kolom van het vuur en wolken neerkeek op het legerkamp van Egypte en verwarring stichtte in het legerkamp van Egypte. Hij ontwrichtte de wielen van zijn koningswagens. Ze kwamen haast niet meer vooruit, zo zwaar. Egypte sprak: vluchten uit het aangezicht van Israël, want strijd voor hen tegen Egypte. Sprak tot Mozes: strek je hand uit over de zee, het water zal keren. Over Egypte, over zijn wagens, over zijn ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen de morgen keerde de zee terug naar de plaats waar zij hoort. Terwijl Egypte voor haar vluchtte. Zo strooide Egypte midden in de zee. Het water keerde, bedekkend de wagens en ruiters. Heel het leger van Farao dat achter Gen aangekomen was in de zee, niet één bleef over. En de kinderen van Israël zijn over het droge gegaan, midden door de zee. Het water stond als een muur, rechts en links van hen. Zo bevrijdde die dag Israël uit de hand van Egypte. Israël zag Egypte dood op het strand van de zee. Israël zag de grote hand van wat hij tegen Egypte gedaan had. En het volk had hoog ontzag voor en zij vertrouwden en Mozes zijn dienstknecht. Ja, en de bladzijde verder is dat vertrouwen weer. Dus dat vertrouwen is wel echt belangrijk om te zeggen. Oh, ja. Het duurt maar één zondag en dan, ja, dan is het nog een tijd dat je de volgende zondag er weer zit, zou ik maar zeggen. Dus dat is wel de structuur van. Mooi! Ah, dit vond ik ook, dat is leuk. Mannenstemmen die. De apotheose werd ook echt een beetje verteld, de ontknoping. Dit is het grote verhaal van het splijten van de zee. De Rode Zee, de Rietzee, de Schelzee. Die wordt hier gespleten en de vijand, die wordt hier ook echt definitief een halt toegeroepen. Er zijn echt heel veel teksten enzovoort. Wat heel belangrijk is, hoe begon dit verhaal nog één keer? Want ik snap wel, want anders kom je thuis en daarna werd helemaal wild toen. toen die Nederland eentje was. Zei hij, ik vond het zo'n mooie tekst, hij zei ook dat het een huwelijkstekst wordt. Kijk, die 12, bladzijde 3, het begin. Wat betekent het getal 12? Is heel belangrijk dat je dat realiseert. Wat is Israël in de Bijbel? Trump, fucking idioot, door daar de ambassade te gaan bekennen, want dat is Gods volk. Is heel onbijbels wat hij daar doet. 12 staat voor de hele wereld. Als aan het laatste avondmaal Jezus 12 discipelen aan zijn tafel hebben gezet, en zijn niet de 12 beste die door het assessment zijn heen gekomen omdat zij de kut hebben gehaald en omdat zij gewoon de briljantste toptalentenklasse is. Nee, met die 12 zit feitelijk de hele gemeenschap, de hele mensheid aan zijn tafel. Dus als de paus naar Lesbos gaat en hij neemt 12 vluchtelingen mee in zijn vliegtuig naar het Vaticaan terug, dan neemt hij als het ware de hele gemeenschap op, omdat hij hoopt dat het nooit meer zo zal zijn dat iemand daar ooit nog zal achterblijven. Dus 12 is. Dus het probleem is. Kijk, Israël moet zich verzetten tegen de mensen die niet bevrijding en vrede willen. Maar tegelijkertijd is Israël ook het metafoor voor de hele wereld. Dus dialectiek noemen we dat. Dus een hele moeilijke filosofie. Dus het is het één. Het is namelijk onderscheid tegen Egypte en de heidenen. En tegelijkertijd is Israël het metafoor voor de hele mensheid. Maar ja, je kan geen verhaal vertellen als Israël de hele mensheid is. Want er is ook een tegenspeler nodig. Ja. Snap je? Egypte staat dan voor? Wat? Als Israël staat voor de hele wereld, waar staat Egypte dan voor? Voor alles wat. Kijk, Israël staat. Niet alleen voor de hele wereld, maar heel anders gezegd, Israël staat voor die 12 broers. Waar staan die 12 broers voor? Voor alle mensen weer een broeder. Dus voor het kwetsbare idee van we zijn samen, we zijn een democratie, we zijn, iedereen is gelijk, iedereen heeft vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar iedereen die dat niet wil, die dat in de weg zit, is een knecht van de farao.
Snap je? Dat is dan ook die zin, maar wie niet besneden is, mag er niet van eten. Ja. Dat zijn dus alle niet-broeders. Precies. Het over het precies. Tegenover het nee, exact, exact, precies. Nou, dat is, nou, top. Top. Zoek je een nieuwe baan? Maar echt, dit is dus echt, dit is goed lezen. Dit is logisch nu binnen het Bijbelsysteem, binnen de legenda van het kaartlezen van de Bijbel, van het notenblad van de Bijbel, is dit. Dus besnedene betekent, Davidje komt bij Goliath en die zegt, zijn jullie bang voor die besnedene? En dan neemt hij, weet je wat zijn wapen is? Ik ga er in de Volkskrant over schrijven. Wat is zijn wapen? Tegenover, slinger, stenen. En dan gaat het natuurlijk symbolisch gezien over hoeveel stenen. Want die stenen zeggen alles. Het is niet 3, het is niet 7, het is niet... Hoeveel? 1, 2. Terug van het begin van de avond. We proberen de avond ook weer rond te maken. Hoeveel stenen? 5. Toch wel. Ja, nee. Trouwen? Wat. God in Frankrijk. Kijk, die 5 stenen, dat is zijn verhaal. Dus daar waar Goliath komt met een zwaard en met ijzer, staat Davidje er tegenover. Niet slim te zijn omdat hij niet sterk is en dat soort algemeen menselijke. Nee, zijn wapen is het verhaal. Jij komt met zwaard, ik kom met het verhaal. Ik denk dat dat duurzamer, dat dat menslievender is en dat het daar uiteindelijk fantastisch dat is. Ja, niemand heeft niks serieus in Dublin in Nederland die over die 5 stenen heen. En hij naderde Goliath met 5 gladde stenen. Zo naderde hij de Filistijn. Zo staat het. Nog één, toch geef je een lekker nieuwe jaar. Maar één van mijn favoriete verhalen komt uit de profeten, uit geschriften. Het komt uit Richteren en gaat over Deborah. Iedereen die Deborah heet in Nederland, betekent woorddaad. Haar tegenspeler is Barak. En Barak, dat is echt de naam van Obama ook, betekent bliksem. Maar de Bijbel is een feministisch boek, hè? Ook voor al die stromingen die de vrouw onderdrukt hebben. Bullshit, de vrouw is een enorme, zoals Rebecca in dat verhaal wat ik net vertelde, een enorme rol. En er is een grote onderdrukker, een soort farao, die heet Sisera. En Sisera die echt de boel kinderen afmaken, vrouwen iedere keer van achteren aanvallen waar de zwakkeren en de ouderen lopen. Maar Barak die moet het opnemen tegen Sisera, maar dat is zo'n lulletje rozenwater, die is er als de bliksem vandoor. En vervolgens komt mevrouw Woorddaad en die zegt, als die man hem niet doet, dan doe ik het wel. Fantastisch, hè? Dus Sisera is op de vlucht in de woestijn en Deborah die heeft een tent opgezet en op een gegeven moment ziet ze zo die onderdrukker langskomen. Dus die zegt tegen Sisera van, moet je niet overnachten? Hij zo, prima, lekker, fijn. En hij komt binnen in de tent, over de waarde en de ethiek en de normen en waarden van gastvrijheid gesproken. Dat geldt allemaal niet. Het gaat om de bevrijding. Dus die boer zegt, heb je een deken nodig? Oh ja, een deken nodig. Nou weet je, ik heb geen water, ik heb zelfs warme melk voor. Dus alle normen en waarden van de gastvrijheid overtreffende. En hij gaat rustig slapen, de grote onderdrukker. En Deborah zegt, jij dacht dat je er niet op was vast te pinnen. Maar ik zal jou aan de grond nagelen. En zij pakt dan een tentpin en een hamer. En terwijl hij slaapt, jas zij, de grote onderdrukker, een tentpin door de keel, net zo lang totdat hij aan de grond genageld is. Dus onze twee Nederlandse spreekwoorden, pin me er niet op vast, ik ben aan de grond genageld, komen daar vandaan. Nou, wat ik altijd doe is, ik heb geen eigen kerk, dus ik val in Nederland. Nou, ik moest dus 5 jaar geleden, had ik bij de kakkers in Wassenaar in de dorpskerk, in de ene week, en de andere week bij de aardappelboeren in West-Brabant in Dinteloor. Dat is echt een pok uit. En ik ben Wassenaar, een supermooi verhaal. Ik was eerst bij de aardappelboeren, en toen zeiden de aardappelboeren, na die preek, was de collecte. En toen kwam die aardappelboer naar voren en die zei, zoals u gisteren op het NOS heeft kunnen zien, op de NOS, zoals u gisteren op de NOS heeft kunnen zien en zoals u net van onze dominee heeft kunnen horen,
die vrouwen die in Thailand niet meer worden toegelaten tot universiteit. Ik vind dat wij een tenpin moeten slaan door dat onrecht in Thailand. Laten we daarvoor collecteren graag uw gulle gift. En ik dacht echt van, wow man, wat een... daarvoor preek ik, weet je wel? Dat mensen volgens dan volgen collecteren en naar het NOS-journaal kijken en dan zien, oké, zo gebruik je dus de bevrijding. Dus dan moet je die onderdrukker ook wel echt, hè? Dus daarom moet die zee ook sluiten. Dus ik vind altijd bij alle plekken van, ja, maar dat is toch... Kijk, in het Nieuwe Testament komt de liefde van Jezus erbij. En dit vind ik allemaal best wel heel erg geweldig, hoor. En ik vind dus in literatuur, dan moet die zee ook sluiten ook, snap je? Dus die tempel moet er ook heen. Kom je in Wassenaar een week later, wel een stomme kakker bij de deur die dan tegen je zegt, oh, zo'n heel zo'n verhaal. Komt dit verhaal eigenlijk voor in de islam? Gewoon de hele pointe gemist, snap je? Dus gewoon niets van het metafoor, niets van het symbool. En ik heb daar uitgebreid als een soort overdreven acteur die tenpin erin staat slaan. En en dat is dus, daarom, dus wat ik altijd krijg heel vaak de kritiek. En dan loop al een tijdje mee met Theoloog. Het is Vaderlands geweest en al die Karel en Suze en trouw en zo. Maar u doet het op de Zuidas alleen maar voor hoogopgeleiden. Bullshit. Dat is wel echt een nadeel als je theoretisch bent opgeleid. Want dan kun je het niet meer inbeelden. Want het is een en al inbeelding. Snap je? Die bevrijding moet je inbeelden. En dan ga je het ook beleven. Als vorige week in Harlem. Nou, daar kunnen ze dat dus echt. Hè? In New York, hoe die kerk. Hadden ze dus Genesis ga. Dat is het meest gebruikte motiefwoord. Ga. Ze zeggen ga. Laat los wat je vader zegt, wat je moet doen. Ga, ga. Begin opnieuw. Lean into the beginnings. Toen zei die McLean tegen me. Lean into the new beginnings. We gaan naar de bar, jongens. Mooi. Hele leuke eerste avond. Ja. De zee is gespleten. Ja. Dat heeft Bart dan toch wel mooi gedaan. Hè? Ja, leg dat maar eens even. Ja, het is. Dat hebben we nog nooit eerder. Mogelijk een keer.